We gaan lekker van start. Welkom iedereen. Leuk dat jullie er zijn. Nogmaals, voor als je nu binnenkomt en je hebt even iets te melden, mag je dat uiteraard in de chat doen. Heb je nu al een vraag, dan mag dat in de Q&A. Wij gaan van start met ons wekelijkse webinar op de dinsdagochtend. En wat leuk dat jullie er zijn. Elke week een enorm succes. We zitten nu over de 100 mensen ondertussen. We hebben natuurlijk elke week spraakmakende fitnessprofessionals bij ons. En vandaag hebben we ook twee leuke fitnessprofessionals uitgenodigd. Arjen van Dorp is senior business consultant bij Assiso Fitness and Health. En is ook een van de eerste eigenaar van een FT-club in Nederland. Leuk dat je er bent. We gaan straks even een voorstelrondje doen. Daarnaast hebben we nog Samen van Gelder, oprichter en een lifestyle coach, die jullie straks alles komt vertellen over zijn outside training concept. Want dat is natuurlijk best wel hot in deze tijd. En natuurlijk hebben we André Wijnands en Daan Bakker bij ons. Onze vaste gasten in ons webinar. Leuk dat jullie er allemaal zijn, heren. Ik wil even een kort voorstelrondje doen. En natuurlijk even beginnen bij onze gasten. Arjen, zou je jezelf even voor kunnen stellen? Ja, zeker, Mitch. Dank je wel. En nogmaals, hartelijk dank voor de uitnodiging. Arjen van Dorp, ik ben als jong... een enthousiast ondernemer begon op mijn 21ste met een sportwinkel. Was zeer productgericht en uitstekend op de hoogte van hoe dat allemaal werkte. Had alleen in mijn jeugdige naïviteit nog niet altijd heel veel zicht op alles wat op de alle bedrijfseconomische aspecten. Ik heb die winkel 10 jaar gehad en ben destijds in 1996 terechtgekomen bij Life Fitness. Ik heb daar een aantal commerciële functies vervuld, waaronder de laatste jaren verantwoordelijk voor de International Key Accounts, de komst van Fitness First en kennis in Nederland. En de laatste 12 jaar werk ik voor een Duits bedrijf. Dat was voorheen Grijnwalder en Partner en dat is inmiddels gefuseerd met een aantal andere partners tot Assiso Fitness and Health. Gaaf. En die had ook de FT-club, hè? Nou, het is inderdaad zo dat Assiso, ik denk 99% van de mensen die nu zitten te kijken en te luisteren, die kennen de naam Assiso nog niet. Dat was oorspronkelijk ook zo gepland. Het is een jong bedrijf, maar bestaand uit een aantal zeer ervaren marktpartijen, marktleiders. We hadden gepland om de naam pas in het najaar te gaan communiceren met de komst van de eerste standalone FT-club. Dat is een franchise-concept wat we hebben ontwikkeld, waarvan er inmiddels bijna 50 zijn internationaal en waarvan ik zelf de eerste ga openen direct na de zomer. Leuk. Dus waar je in het vervolg de naam Assiso zal zien, zal dat altijd in combinatie met FT-club zijn. Arjan, wat is een FT-club? Want ja, ik ben natuurlijk een Limburger half Duits. Ik zeg maar iets in het Duits, maar wat is het precies? Een FT-club is een franchise-concept binnen de boutique-clubs. We zien natuurlijk de laatste jaren een verregaande differentiatie van de markt, zoals we die overigens in andere branches al veel langer zien. En FT-club staat voor functional training. Het is een boutique-club-concept wat zich puur heeft gespecialiseerd op functional training in small group. Waarbij training, trainingsconcept en branding en marketing en sales de belangrijke componenten zijn. Daar hebben we overigens ook Adidas in aangetrokken als een founding partner. En daar zijn we natuurlijk wel trots op dat een dergelijke grote fabrikant zich aan dat merk gaat binden. Ja. En ik ga zelf, zoals gezegd, de eerste openen. Leuk. Als flagship store. Awesome, Arjen. Dankjewel. En nogmaals, leuk dat je er bent. Fijn dat je wilde meedoen vandaag. Samuel. Hi, goedemorgen en nogmaals ook bedankt dat ik hier bij mag zijn. Ik ben Samuel van Gelder, ik ben personal trainer, sinds mijn 18e begonnen als personal trainer. Altijd zelfstandig gewerkt en ik merkte al heel gauw dat het best wel lastig voor veel mensen was om personal training te betalen, aangezien het nogal een luxe en premium product is. En dat vond ik niet wenselijk, ik wilde namelijk meer mensen van goede coaching kunnen voorzien. Dus toen heb ik bedacht om een soort van bootcamp deluxe te maken. Een bootcamp waar meer persoonlijke aandacht terugkomt en mensen techniek training krijgen. En dus op de juiste manier worden begeleid. En dat iets dieper en verder gaat dan alleen maar no pain, no gain. En daarvoor ben ik outside coaching gestart. Dat is zoals de naam al doet vermoeden een buitensportconcept van bootcamps voor maximaal 14 deelnemers per les. En de nadruk ligt op het trainen, op goede techniek, goede houdingen. En zorgen voor veel plezier. Dus dat zijn de belangrijkste kernwaarden voor outside. Leuk. En natuurlijk in deze tijd, ja, outside is natuurlijk wel iets wat noodzakelijk op dit moment is. We hadden het net al even kort over. En je zag natuurlijk in je leden een stukje groei gebeuren. Dus we zijn eigenlijk heel benieuwd naar je praktische invulling ook. Ja.
Nogmaals, zeker. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En natuurlijk onze vaste gasten Dre. Ja, zijn we weer. Ja, mag het weer. Nou, leuk dat ik er weer ben, Mitch. Ik ben Key Account Manager bij Virtual Gym. Achtergrond in de fysiotherapie, bewegingswetenschap gestudeerd. Ook een stukje affiniteit gehad tussen het online coaching met digitalisatie. Nu ben ik Virtual Gym inderdaad werkzaam als Key Account Manager, waar ik samen met onze klanten ga kijken hoe we ons product het beste kunnen inzetten. Zowel op management als op online coaching. Dus, niet te vergeten natuurlijk de webinars, Mitch. De webinars, die mogen we zeker niet vergeten, toch? Het belangrijkste. Zeker niet. Vaste prik. Want belangrijk, hè? Het delen van informatie. Precies. Vaste prik. En dan ons brein achter de webinars uiteraard. Daan Bakker. Ik doe onder andere webinars bij Virtual Gym. Achtergrond in het product en marketing. Dus ik kan me ook bezig onder andere daarvoor met product marketing. En kijken hoe kunnen onze klanten het meest succesvol zijn met Virtual Gym. En hoe kunnen wij ook informatie brengen naar de klant toe. Leuk om te zien dat we nu al meer dan 150 aanmeldingen hebben. Live mensen in de webinar met dit lekker weer. Dus zijn we allemaal wel trots op. Leuk dat je er bent. Ja, ze zijn zeker trots op. Vinden jullie de webinars ook heel erg leuk? Want we gaan straks richting de agenda gaan we even alles bespreken wat we doen. Maar we zouden het heel erg waarderen als jullie uiteraard even een story maken op Instagram. We zijn heel erg actief op Instagram. Vooral Daan. Dus dan vinden we het heel erg leuk als we ook wat reposts krijgen. Dat reposten we natuurlijk ook weer gelijk. En dan vergeet jezelf niet, Mitch. Sorry, ik vergeet mezelf altijd. Dat hoort eigenlijk niet. Ik ben account executive bij Virtual Gym. Daarnaast heb ik een eigen PT-studio. Dus ik zie eigenlijk van twee kanten zie ik wat er gebeurt in de wereld omtrent het fitnessgedeelte. Dus dat is wel een leuke, mooie samenspring. Cool. We gaan richting de agenda. Want wat gaan we vandaag allemaal behandelen? We beginnen zoals altijd met een stukje nieuws en updates aangaande het coronavirus. Er zijn best wel wat nieuwtjes, ook vooral uit Duitsland. Daar gaat Daan wat verder met jullie straks op induiken. En dan gaan we natuurlijk het nieuwe protocol bespreken van NL Actief. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Er staan wat nieuwe dingen in. En volgens mij kregen we al redelijk wat vragen daarover. Het is goed om dat even te behandelen. Hoe ben je nou corona-proof met Virtual Gym? Wat voor features kun je daarna voor gebruiken? We hebben handige dingen ingebouwd om straks wat makkelijker deze tijd door te komen. Dre gaat jullie een update geven over het Stronger Together concept. Een nieuw concept wat gelanceerd is, wat eigenlijk het blended model gaat ondersteunen. Ook dat blended model komen we straks nog eventjes op. Nou, dan gaan we eigenlijk een beetje de praktijk in en de delen van ervaringen en kennis over het buitensport natuurlijk met Samuel. Heel erg benieuwd. En als laatste sluiten wij af met Arjen. Hoe is de financiële toekomst van jouw club veranderd door corona? Dat zijn we natuurlijk ook super benieuwd. En we vinden het heel erg leuk dat we ook die kant kunnen belichten. Een keer tijdens de webinar. Goed, ik wil het woord aan Dagen. Want wat is de huidige staat en wat gebeurt er op dit moment in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, Daan? Ja, misschien eerst even een persoonlijke anekdote. Ik heb mezelf vorige week op corona getest. Helaas is dat door treurige familieomstandigheden. Mijn vader is ernstig ziek. En voordat ik bij mijn bezoek kwam, moest ik weten dat ik geen corona had. Dus daarom heb ik dinsdag gebeld. Woensdag met de fiets door de coronastraat. En vrijdag kreeg ik de uitslag. En vrijdagavond zat ik lekker met mijn vader op de bank. Om hem te steunen in de chemokuur die hij heeft. Dus het is wel fijn dat nu kan, deze testen in Nederland. En we voelen wel allemaal dat het beter gaat, maar we zien het ook. Kwam ook naar buiten van het RIVM dat er waarschijnlijk geen tweede golf gaat komen. Gisteren heb ik ook op één gekeken en er was nog een discussie met een andere viroloog dat dit misschien wel zou kunnen. Maar dit is ook goed om te weten dat er was gisteren ook niemand overleden aan corona in Nederland. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Want dan zien we dat het gewoon beter gaat. En de sportscholen gaan open per 1 juli. En dat gaat ook gebeuren nu. Want we zien gewoon echt dat die omlaag gaat. Zoals je ook in de grafiek ziet hier. Dit zijn de data sinds begin mei. Sinds 4 mei. En dan zie je echt dat we heel erg omlaag gaan. Zeg maar de maanden voor mei waren er echt honderden mensen opgenomen per dag. Dus dit gaat gewoon omlaag en dat is gewoon heel goed om te zien. Dus we hebben vertrouwen dat het goed komt. En het is ook misschien wel goed om te zeggen dat als dit omhoog was geschoten, dan was die in juli wellicht veranderd. Maar gelukkig gaat alles de goede kant op en kunnen de clubs volgende week open. En daarop, om goed open te kunnen gaan als club, hij heeft NL Actief in samenspraak met de branche een protocol uitgebracht. En deze is afgelopen vrijdag definitief gemaakt. Deze heb ik ook nog besproken met een NL Actief. En dan ga ik zo even toelichten wat zijn de grootste veranderingen.
Want ik zie nu een groot aantal vragen in de Q&A en in de chat komen. Ja, hoe zit het nu met de ventilatie per vierkante meter, per kubieke meter? Omdat het ik ben nog niet klaar. Doordat het protocol een levend document is, blijft het veranderen. Dus omdat de corona gewoon echt omlaag gaat, is het protocol ook wat soepeler geworden, als het ware. En daarnaast hebben we ook even een stapje gemaakt naar het buitenland. We hebben het vorige week ook even gehad over de reproductiegetal van corona. Dus de R-waarde. In Duitsland is die nu 2,88, lees je dan hier en daar. Maar dit is in bepaalde gebieden. Dus, ik had het net over, er komt waarschijnlijk geen tweede golf. Dat komt, er komt niet echt een golf, maar er komen explosies. Dus, zoals jullie misschien hebben gelezen, in Duitsland, in de vleesfabrieken, in een aantal flatgebouwen, daar zijn eigenlijk explosies. En dan kan, met wat wij nu weten, kan de overheid het indrammen, dan dat het geen golf wordt. Dus dit is wel even, voor mij persoonlijk was het ook wel een geruststelling, en zeker ook met name voor de gymondernemers, van, het ziet er goed uit, maar, dat zeggen de virologen ook, zorg dat we in de pas blijven lopen. Je ziet het ook onder de mensen, ik zie het om me heen, en zeker in Amsterdam, in de parken, die anderhalve meter, het wordt steeds losser, en ook in de horeca. Maar ik denk, als fitnessbranche hebben wij toch een voorbeeldfunctie. En dan hebben we nog een stukje aerosolen, wat ik nu niet ga bespreken, wat ook helemaal uit het protocol is gehaald. Maar er is nog onduidelijkheid over. En daarnaast hebben we nog het bron- en contactonderzoek van de GGD. Dat wil ik even toelichten. Daarom, wat is dat precies? Dat is zeg maar de triage of de gezondheidsvragen. Waarom vragen we die? Als we weten dat iemand corona heeft gehad, en we weten, en de, voor bijvoorbeeld het café of de sportschool weet, Daan is hier geweest en die heeft corona gehad, nou, dan kan de sportschool of het café kan mensen gaan bellen en zo blijven we corona indammen. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid ook, hè, Daan? Ja, zeker. Zeker. Als ondernemer heb je een hele grote verantwoordelijkheid. En meer wordt die verantwoordelijkheid eigenlijk bij de ondernemer gelegd. Maar dan kom ik nu ook op... dan gaan we even naar het definitieve protocol. Volgende sheet. Het definitieve protocol. Nou, als eerste, we hebben even de belangrijkste wijzigingen eruit gepikt. Ik probeer ook even in dit stukje wat vragen te beantwoorden van de mensen in de webinar. Daarnaast wil ik wel aangeven dat de volgende week, dus de dag 30 juni, de dag voor de opening, hebben wij Patrick Rijnbeek van NL Actief in ons webinar weer. En die kan nog een keer de laatste uitstaande vragen beantwoorden. Ja, want de dag daarna mag je als club voor open. Ja, en ik denk dat is wel van belang om te beseffen. Hè. Kijk, deze webinars die organiseren we natuurlijk altijd om zoveel mogelijk kennis te delen. Jij hebt natuurlijk je wekelijkse meeting met Patrick inderdaad, van NL Actief, om uiteindelijk het definitieve protocol, of in ieder geval het protocol, te bespreken. Maar onthoud in ieder geval voor alle luisteraars dat wij nu even de feitjes delen en eigenlijk de uitkomsten delen die wij bespreken tijdens zo'n gesprek. Alleen dat uiteindelijk echt Patrick degene is die daar heel diep over kan vertellen. En dat wij nu alleen maar puur echt de feiten delen die wij nu op dit moment door hebben gekregen. En nogmaals, ik begrijp dat het inderdaad altijd heel lastig is. Ook voor ons, ook voor NL Actief. Want elke week verandert er weer het een en ander. Dus het is nog wel heel lastig. Alleen nu is dat wel het definitieve protocol gewoon duidelijk. En daar gaat Daan wat meer over toelichten. Ja, heel goed. Goed, het is het definitieve protocol. Maar dat betekent niet dat het echt definitief is. Want... op basis van ontwikkelingen, bijvoorbeeld van aerosolen of iets of andere zaken, kunnen zaken veranderen. Als eerste hebben we de triage en de gezondheidscheck. Nou, dat zijn de welbekende 5 vragen die ondernemers kunnen stellen. 3 gaat dat later ook even toelichten. Daar kan je Virtual Gym voor gebruiken, met name bij het boeken van de lessen. Doe je de check of mensen zelf klachten hebben gehad of mensen om deze persoon heen. Daarnaast is het natuurlijk wel nog belangrijk om bijvoorbeeld ook posters op te hangen in jouw club, waar je ook weer informeert en ze aware maakt. Deze poster gaan we ook toevoegen in de follow-up e-mail, zodat je dat gecombineerd hebt met Virtual Gym. Daarnaast gaan we ook het definitieve protocol even in de follow-up e-mail zetten, zodat je die gewoon makkelijk beschikbaar hebt als een pdf'je. Daarnaast, wat is er nog meer veranderd? Fitnesscentrums moeten weten wie er aanwezig zijn in de club, en moeten deze bewaren in een logboek voor 4 weken. Nou, dit is al helemaal geregeld met de check-in en check-out feature met Virtual Gym.
Die informatie kan je langer nog dan 4 weken bewaren, maar dat is gedekt. Want die 4 weken is ook zeg maar nu gekomen, het protocol. Dus 4 weken logboek. Daarnaast, hè, met onze ventilatie-expert Frank Trousselot hebben we het een aantal keer besproken. Hoe zit het nu met luchtverversing in je club? Nou, het gaat om lucht verversen met frisse buitenlucht. Geen recirculatie. Dan komt weer het stukje airco waar je echt moet opletten, want die staat vaak standaard op recirculatie. En er is geen indicatie meer per vierkante meter of per kubieke meter. Mitch, zijn er wellicht nog vragen van deelnemers over dit stuk? Ik heb een vraag aan jou daarover, Dan. Ik zag dat er een vraag voorbij kwam. Het gaat dan over ventilatoren. Dus ja. Je hebt dan niet een ventilatiesysteem, maar je zet gewoon ventilatoren in binnen je sportschool. Is dat mogelijk? Ja of nee? En zo ja, hoe zou je dat dan kunnen realiseren? Hoe zou je, ja, in de vorige webinar met Analectief hebben we ook besproken van ventilatoren is niet juist iemand, dat is geen verse lucht. Het kan juist ook weer zaken verspreiden. Dus, ventilatoren is niet the way to go. Maar je zullen volgende week met Patrick Rijnbeek van Analectief ook nog dieper op ingaan. Ja, ja. Ja, dus daar wil ik eigenlijk ook wel inderdaad op toelichten. Het gaat erover dat je inderdaad die luchtstroom vanuit buiten naar binnen, het openslaan van deuren en ramen, dat is inderdaad gewoon toegestaan. Dus dat is eigenlijk ook goed om te doen, want daardoor heb je verse lucht binnen. Alleen wat je wilt voorkomen is dat er eigenlijk echt een luchtstroom binnen jouw sportschool gaat plaatsvinden. En dat is eigenlijk waarom Patrick aangaf in vorige webinar, nee, geen ventilatoren in de sportschool zelf. Ja, ik krijg hier nog een vraag van Michiel. En er komen best wel nog steeds wel wat vragen daarover binnen. En ook in de vorige sheets en de vorige webinars. Toch over die ventilatiecapaciteit per vierkante meter. Maar daar kun je me even de conclusie trekken. Dat is er allemaal uit, hè? Ja, ja. Alleen het stukje, dat is optioneel geworden. Met die 1 per 10 vierkante meter. Dat is helemaal eruit gehaald. Maar dat is wel door, nou, dat is eigenlijk de volgende punt. Je mag 100 sporters per ruimte hebben. En optioneel is dat bij intensieve dure activiteiten, dus 70% boven de maximale hartslag, eerst buiten, dus eerst de lessen buiten aan te bieden. Of met meer tussenruimte dan 1,5 meter tussen de sporters te creëren. Ja. Dus dit kan bijvoorbeeld met een hele intensieve HIIT training of een hele intensieve spinningles. En het is belangrijk, ja, neem gewoon extra voorzorg, dat zou mijn advies zijn als ondernemer. Het is nu lekker weer, ga nu buiten aan de slag. In het protocol wat een week geleden was vastgesteld, waren hier nog meer regels over. Dus dit is al als het ware versoepeld. Dit is optioneel advies van Analectief. Dus niet... Ik heb nog een vraagje. Ja. Maar een goede eigenlijk. Dit is van Gino, is het een vraag. En die zei, gaat dit protocol dan daadwerkelijk leidend zijn? Gaan de BOA's dan checken op ddit protocol? Hoe moeten we dit zien? Hoe gaat de overheid hierop checken? Ja, als we even naar de volgende sheet gaan, heb ik dat ook al uitgewerkt. Kijk, de club is verantwoordelijk voor de handhaving. En ja, een BOA gaat dus checken. Ik weet niet of die in de praktijk met het protocol in de hand gaat. Maar als je zeg maar als club open gaat, moet je aanmelden bij Nelactief. En Nelactief speelt dit weer door naar de veiligheidsregio's. En de BOA's zijn in dienst van de veiligheidsregio's. Dus als je nu het protocol voldoet, dan zou de BOA je daarop kunnen beboeten inderdaad, ja. En met een stukje voor die verantwoordelijkheid hebben wij ook zeg maar een feature. Ja, we hebben een mogelijkheid toegevoegd in de Virtual Gym. Dus dat je in je app, in de custom homescreen, ook de achterlinkje kan zetten met de coronaregels in jouw club. Deze is natuurlijk ook handig. Zo kan je alvast informeren wat er allemaal is. Ja, dus eigenlijk even een conclusie uit jouw verhaal. Dat is eigenlijk wel voor iedereen goed om te weten. En dat heeft Patrick ook al vaker aangegeven. Het definitieve protocol is gewoon leidend. Dat is gewoon landelijk leidend voor elke ondernemer, fitnessondernemer binnen Nederland. Het is natuurlijk zo dat per gemeente het soort van die handhaving anders wordt gewaarborgd. Wat betekent dat je inderdaad altijd je gemeente moet checken hoe dit het beste af te stellen. Ja, klopt. Nou, dan gaan we een stukje naar... Dit is ook veranderd de afgelopen week door Analactief. Ik wil het even duidelijk aangeven. Het is nu ook mogelijk in het fitnesscentrum gebruik te maken van kleedkamers, douches en andere faciliteiten. Ik zag ook een opmerking hier van Paul. Horecavoorziening gestopt om meer ruimte te creëren, doucheboiler laten leeglopen. Ja, het protocol is een levend document. En zoals je ziet, corona neemt af, wordt het ook minder strikt. Dus, maar het is wel belangrijk om een onderscheid te maken. Dit is niet voor
indien mogelijk, geef de medewerkers een eigen faciliteit voor het met kleedkamers, douchen en faciliteiten van dit soort strekking. Hieronder valt ook bijvoorbeeld de toilet. Dus die mogen ook weer open. Nou, of, ik zie Olaf Goossens reageren. 1,5 meter kan toch niet in kleedkamers en douchen? Nou ja, als er 1 persoon in de kleedkamer is, dan zou het in principe kunnen. Maar die 1,5 meter is wel leidend. Dus hoe je dat in de praktijk invult, ja, dat is aan de ondernemer. Daar had Patrick ook nog een hele goede tip voor, hè? Die had daar een hele goede tip voor. Die zei, nodig van tevoren nog even een boa uit op de club. En loop even wat dingetjes langs. Zodat je zeker weet dat het echt klopt daadwerkelijk. Dus ik vond dat wel een hele mooie tip van Patrick. Ja, precies. Ik zie Olaf al reageren. Nou ja, als je in de praktijk niet die 1,5 meter kan waarborgen in de kleedruimte en douches. Met name voor bij groepslessen. Nou, geef dan de instructie aan jouw leden. Niet douchen. Of wellicht. Ja, of het is belangrijk dat je er ook als club op toeziet. Hè? Dus, want jij bent verantwoordelijk als club. Dus jouw medewerkers, de mensen die op de vloer staan, de instructeurs. Brief hun ook en zorg dat hun ermee in de slag gaan. Daarnaast nog een hele praktische tip. Desinfecterende gel moet bij iedere kraan en iedere deur. En is zelfs verplicht bij binnenkomst in de club. Ik zie het zelf ook, ik was op het terrasje. Ik vond het heel netjes. Ik ga een café binnen en het eerste wordt gezegd. Meneer, even de handen wassen en hier zijn de 5 vragen. Kan je die even invullen? Nou, dat is toch zo. Maar het is ook belangrijk om dit te doen. Om het vertrouwen van de klant weer te winnen. Hè? Want de klant gaat weer de eerste keer naar de sportschool. Zorg dat die eerste ervaring goed is. Zodat je weet dat die terugkomt. Daar ligt eigenlijk de kern. Communiceer. Geef een uitnodigend gevoel. Met de garantie dat alles veilig is. En dat alles... Hè? Want de klant komt weer naar de club om aan zijn gezondheid te werken. Ga daarmee in de slag. Receptiemedewerkers, dan lastig 1,5 meter. Zeker als je moet inchecken. Geeft NL Actief ook het advies om bijvoorbeeld een scherm te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld een plexiglas zijn. Dat zijn... Zijn er verder nog vragen? Volgende vraag van Gino. Gino had de vraag van, oké, stel dat mijn gemeente een eigen protocol heeft, welke is leidend? Dan zou ik zeggen, weer de tip van Mitch, ga in gesprek met jouw veiligheidsregio's en de BOA's in jouw gemeente. Sowieso denk ik dat het heel goed is om contact te houden, en we hebben nu nog een week voor de opening, bel met de verantwoordelijke mensen in jouw gemeente en check nog eventjes alles af. Loop ze even door de club. Loop de boa door de club, maar ook maak nu alvast een filmpje voor jouw leden. Om te laten zien dat jouw club klaar is. Dat van handen wassen tot kleedkamer, tot looproutes. Laat zien dat je klaar bent. Trainmore heeft hier 2 weken geleden ook een hele mooie video over geplaatst op Instagram. Dat kan misschien een leuke inspiratie zijn. Ja, en heel even als aanvulling daarop. Dat is eigenlijk ook een beetje wat wij doen. Bepaalde informatie die we vanuit NL Actief krijgen, die willen wij hier vermelden. Wij zijn zelf geen NL Actief, dus we willen uiteindelijk altijd oppassen een beetje met de uitspraken die we hierover doen. Nou, heeft Patrick aangegeven dat in principe gewoon geweend is. Die moeten gewoon het protocol, het definitieve protocol, moeten ze handhaven. Want dat is namelijk met RVM en met het kabinet is het besproken. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de gemeente zelf alles gaat handhaven. Dat betekent niet dat NL Actief dit gaat doen. Dat betekent dat als jij er gewoon voor zorgt dat je met je gemeente juiste afspraken maakt. En inderdaad dit met je BOA controleert. Dat zij uiteindelijk het eindpunt zijn die dit moeten gaan hanteren. Dus wat daar onderling plaatsvindt. Dus die verschillende. Dat kunnen wij helaas geen uitspraak over doen. Maar inderdaad de tip van Mitch. Ga gewoon met je BOA. En ga inderdaad met de gemeente in gesprek. En zorg ervoor dat je gewoon het protocol wat ook daar ligt gewoon duidelijk hebt. Ja, en even ter aanvulling, ook vanuit de klant moet je gaan kijken. Die willen namelijk ook zich veilig voelen en het gevoel hebben dat ze op een goede plek zijn gekomen waar ze nog kunnen sporten op een veilige, gezonde manier. En dat moet aan de andere kant ook weer een beetje speels blijven, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze in een soort van ziekenhuis zijn gekomen. Ja, ik vind een hele mooie aanvulling samen. Dus dan is het ook niet leuk. Dus ik denk dat je ook daarnaar moet kijken. En jij traint eigenlijk altijd buiten, toch? Wel met mijn outside trainingen, maar ik doe ook personal training in een sportschool. Oké. En heb je daar ook een verschil in gemerkt de laatste maanden eigenlijk van de ervaring van de klant binnen versus buiten? Ja, ik heb sowieso een aantal klanten die echt sterk voorkeur hebben om binnen te blijven trainen als het weer kan.
En ik heb een aantal klanten die hebben gemerkt dat ze eigenlijk buiten sport of buiten personal training krijgen, leuk vinden of misschien zelfs wel beter gedurende in ieder geval deze periode en misschien ook wel voor de langere termijn in periodes dat het in ieder geval goed weer is. Want dat is voor veel mensen natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde. Je hebt het nog over de... je zegt van, ik wil dat klanten het niet voelen als een ziekenhuis. Heb je dan een soort tip die je wil meegeven aan de mensen? Van, nee, zo kan je dan zorgen dat het niet voelt als een ziekenhuis? Nou, het gaat er meer om dat ik ben een paar keer nu uit eten geweest in restaurants. En je merkt wel verschil in sfeer. Bij het ene restaurant is het relaxed en ontspannen. Maar heb je wel het gevoel dat er echt wordt nagedacht over hygiëne en gezondheid en veiligheid. En bij anderen heb je meer het gevoel dat je denkt, nou, volgens mij hebben ze niet echt rekening gehouden met de voorwaarden en de anderhalve meter. En dat vind ik zelf persoonlijk heel erg storend bijvoorbeeld. Dus daar heb je een heel groot spectrum tussen sportscholen die zich heel erg goed eraan gaan houden en het heel erg duidelijk naar voren laten komen dat er rekening mee moet worden gehouden. En sportscholen die dat minder doen. En ik denk dat je zelf goed moet zoeken naar hoe ga je die ervaring bieden, dat mensen wel weten van, hey, dit is een veilige plek. Maar aan de andere kant dat ze niet denken van, jeetje, ik kan eigenlijk bijna niks meer en het is niet meer leuk. Deze manier. Precies. Volgens mij heb Daan nog een aanvulling. Ja. Je hebt sportscholen die dat nu nog niet doen, maar de sportscholen zijn niet open. Volgens mij bedoel je restaurants. Toch? Ja, restaurants bedoel ik. Ja, zeker. Ja. Nee, maar dat is ook heel mooi om te zien, want je hebt natuurlijk ook, en er zijn natuurlijk al best wel wat onderzoeken geweest, en die laten dan bijvoorbeeld zien wie er nou als eerste terugkomt naar de sportschool. En precies wat je aangeeft, je wil het zo professioneel mogelijk maken dat je een hele grote groep zich prettig kan voelen om uiteindelijk weer naar binnen te gaan in die sportschool. Ja, en niet voor het ene stukje die misschien wat minder of niet zo bang voor zijn, die dan uiteindelijk wel heel snel terugkomen. Ja. Terwijl mensen die anderen dan toch een beetje schuw zijn, uiteindelijk daardoor de boot mis. Ja, had je nog een aanvulling? Hayen? Ja, inderdaad. Ik wilde me daar wel bij aansluiten. Zeker ook wat Samuel aangeeft. Ondernemers die zelf natuurlijk ook... de ene is er wat serieuzer in dan de ander. Maar je moet je altijd wel blijven realiseren dat je klanten of je leden... ook kunnen behoren tot een groep. De ene groep is pessimistisch en ziet het nog helemaal niet zitten. Voelt zich weer onveilig. Je hebt de realisten die gewoon wat iets meer tijd nodig hebben. En je hebt de optimisten die denken van, nou ja, we gaan onmiddellijk weer beginnen. Ja. Dus je moet als ondernemer natuurlijk ook niet alleen vanuit je eigen perspectief blijven kijken, maar met name ook van het gemiddelde klantprofiel en hoe zij daar tegenaan kijken. Ja. En je merkt ook dat je alle kanten wordt getrokken door je cliënten en je leden, denk ik. Omdat ze allemaal hun mening geven van, de ene zegt, joh, wat gezeur, hè? Ik wil weer gewoon lekker sporten. En de ander, die geeft inderdaad aan van, ja, nou, ik vind het wel heel spannend allemaal. En dan moet je als ondernemer moet je zelf een duidelijke visie hebben en creëren hoe je daarmee omgaat. En dat ook duidelijk kunnen naar voren brengen. En dat uiten in de manier waarop je omgaat met heropening en je protocols. Ja, want volgens mij, Dre, je had het over veiligheid creëren. Wij hebben daar hele wat coole features voor. Ja, zeker. Nee, maar dit is een heel goed punt wat Samuel en ook Arjan inderdaad aangeeft. Ja, je moet gewoon gaan kijken van hoe kun je het beste je club managen. En dat één is natuurlijk, ja, we hebben met NL actief gezeten over de huidige situatie, de criteria natuurlijk waar je nu als sportschool aan moet voldoen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld nu in dit geval 100 man vanaf 1 juli in je ruimte. Dus als je meerdere ruimtes hebt, kun je meerdere mensen kwijt. Dingen buitensport, binnensport bijvoorbeeld. Maar in ieder geval dat je die 100 man kan realiseren in je locatie. En dat je dat op een goede manier kan managen. Mocht je een wat kleinere locatie hebben. En je wilt toch die anderhalve meter. Want daar gaan best wel veel discussies over. Maar ja, hoe kun je dat dan realiseren? Nou, uiteindelijk het allerbelangrijkste is gewoon dat je die anderhalve meter kan waarborgen in je sportschool. En als je gewoon qua vierkante meters in je sportschool een kleinere sportschool hebt. Dan moet je ook misschien in dit geval zeggen, nou, dan kan ik die 100 man niet, maar ik kan er wel 50 binnen mijn sportschool, wat gewoon vertrouwd is voor mijn leden. En ook gewoon professionaliteit uitstraalt. Zowel als branche zijnde zelf, als locatie zijnde, als naar je leden toe. En wat wij gedaan hebben in dit geval, we hebben natuurlijk met heel veel van onze klanten hierover gesproken. Gekeken van, ja, hoe kunnen we dat het beste realiseren? Want wij, altijd alle feedback van onze klanten, daar gaan we altijd mee aan de slag. Want niemand meer dan onze klanten die weten hoe het in de praktijk werkt. En natuurlijk met NL Archief met de juiste maatregelen hebben we inderdaad een x-aantal features ontwikkeld hiervoor. Om uiteindelijk echt jouw gym of boutique of PT zo goed mogelijk kunnen managen. Nou, allereerst natuurlijk die check-in en check-out.
Dus wie is er op dit moment binnen, uitchecken, hoe lang zijn mensen binnen, dat is echt van belang. Wat we nou ook gedaan hebben in het rooster, is dat jij bijvoorbeeld tijdslots kan boeken. Die kan je koppelen aan je check-in, daar meer over. Ook die business analytics tool, ik noem het altijd het autorijden. Wanneer je eigenlijk autorijdt en je moet gas geven, dan weet je, oké, op een gegeven moment voel je wel ongeveer van hoe hard je rijdt, maar zolang je die kilometerteller dan niet hebt staan, weet je niet hoe hard je daadwerkelijk aan het rijden bent. En ook wanneer je moet opschakelen. En aan de hand van deze analytics, al deze data, weet je van oké, waar kan ik op inspelen en hoe kan ik dit het beste managen. Een van deze belangrijke punten is ook die triage. Zorg ervoor dat je inderdaad preventief bezig bent om te kijken dat je geen mensen met bijvoorbeeld een risico op corona bijvoorbeeld in je sportschool of boutique hebt rondlopen. En even kort natuurlijk, het allerbelangrijkste is dat mensen weten hoe zij uiteindelijk, welke maatregelen er zijn op dit moment. Veel mensen, kijk, wij lezen ons veel in, wij delen deze informatie. Alleen veel mensen die willen, moeten ook nog even weten, wat zijn eigenlijk even op dit moment de belangrijkste maatregelen die ik moet hanteren als ik bij jou in de sportschool of in de boutique of in de studio ben. Nou, hoe ziet het eruit? Allereerst in de check-in is dat je nou kunt aangeven hoeveel mensen er in jouw sportschool aanwezig mogen zijn. Dit is gekoppeld aan die check-in. Dat zie je eigenlijk linksonder. Daar zie je nou 50 staan. Max visitors allowed. Zet nou op 50. Dat betekent dat als er dadelijk de 51ste aankomt en die wilt inchecken, is dit niet mogelijk, wordt die geweigerd. Dus op deze manier kan je gewoon goed hanteren hoeveel mensen er in jouw locatie aanwezig zijn. Als je dan eigenlijk even naar rechts gaat, dan zie je inderdaad bijvoorbeeld in dit geval 100 mensen per ruimte. Daar hebben we deze slide ook even op gebaseerd. Is dat je nou ziet dat er nou bijvoorbeeld 89 mensen aanwezig zijn. Hoe laat ze ingecheckt zijn, wie er aanwezig zijn en hoe lang ze al aanwezig zijn. Als je ziet dat bijvoorbeeld Pietje al een best lange tijd aanwezig is, kun jij bijvoorbeeld Pietje aanspreken om ervoor te zorgen dat hij weer de sportschool verlaat en meer mensen weer naar jouw locatie toe kunnen. En dit is eigenlijk ook van belang. Waarom? En dat gaf Daan net ook al goed aan, is dat we deze data, die wordt 4 weken vastgehouden. Omdat normaal met corona kan het zijn dat als er bijvoorbeeld een besmetting heeft plaatsgevonden, dat het een x-aantal weken duurt voordat uiteindelijk dat ten uiting komt. Wat betekent dat mocht er iemand in je locatie aanwezig zijn geweest die bijvoorbeeld corona heeft of heeft gehad, dan kun je door middel van een export, kun je precies op dat tijdstip achterhalen wie er in die tijd, in dat tijdslot, aanwezig waren in jouw locatie. Wat betekent dat je eigenlijk iedereen kan aanspreken, oké, houd er rekening mee dat er iemand is geweest in die tijd die corona heeft gehad. Dus zorg ervoor dat je in dit geval even voor jezelf extra controleert. Of even een beetje voorzichtig bent. Totdat je weet of je wel of geen symptomen hebt na een x-aantal weken. Dan? Ja, ik heb mezelf vorige week getest. Dus als je dat vermoeden hebt, kan je gewoon eigenlijk laten testen nu. Ja, gewoon heel simpel. Precies. Ja, maar dat is eigenlijk waar het ook om draait. Hè? Dus dat is ook, met de opening op 1 juli. Maar ook in de toekomst met, met de maatregelen. Toch wel wat minder strikt gaan worden, is het gewoon van belang dat gewoon die professionaliteit uitstralen. Als we met z'n allen dit gewoon hanteren, en dan kunnen we dat natuurlijk ook, als je weet, oké, op dat tijdstip was ik in de sportschool en was iemand met corona, laat me even testen. Nou, niet of wel, en dan kun je daar gewoon op een juiste manier mee omgaan. En dat is eigenlijk van belang om uiteindelijk, als Nederlands zijnde natuurlijk, zo goed mogelijk hier de komende tijd mee om te gaan, dat wij als sportschool en fitnessbranche ook veel mogelijk weer kunnen, zo snel mogelijk weer gewoon volledig aan de bak kunnen. Een ander mooi moment, ja, is eigenlijk inderdaad wat ik al aangaf, het stukje autorijden. In dit geval zie je dus via dashboard, via de analytics, zie je precies hoeveel leden er aanwezig zijn. Maar die business analytics zijn er inderdaad om bijvoorbeeld je overzicht, je omzet, aantal actieve klanten met lidmaatschap, et cetera, allemaal te zien. Maar ook inzicht te hebben in je check-in, van oké, hoeveel mensen zijn er in bepaalde tijden aanwezig geweest. Ook al iets moois, wat je al bijvoorbeeld in andere landen ziet, is dat jij de spreiding hebt, omdat heel veel mensen thuis aan het werken zijn, de spreiding veel meer hebt. Dus je hebt geen pieken meer. Wat eigenlijk super, wat natuurlijk in deze huidige situatie wel van belang is. Maar je hebt die spreiding wat meer over de dag. Dus uiteindelijk die capaciteit en het aantal leden wat je in je sportschool hebt, die kan nog steeds best wel hoog zijn. Maar die maximale capaciteit, die kan je wel omlaag brengen. Dus dat is ook wel goed om te weten, dat leden inderdaad op deze manier ook wel. En zo kun je er dan ook op inspelen. Als je weet, oké, in de ochtend zijn er gewoon heel veel. Zorg ervoor dat jij dan op dat moment de maatregelen net iets anders hanteert dan bijvoorbeeld misschien in de middag. En dat je daar gewoon creatief mee om kan gaan. Ook van belang, dat is eigenlijk ook een soort van vereist als je op het terras gaat zitten. Of als je naar een restaurant gaat.
de vraag is natuurlijk altijd een x-aantal vragen. Deze is inderdaad opgesteld door het RIVM. En deze triagevragenlijst, die hebben we nou geïmplementeerd bij het rooster. Of in het rooster, moet ik zeggen. Dus als je nou een evenement aanmaakt in het rooster, denk aan een tijdslot of een bepaalde les, kun je aangeven of jij die triagevragenlijst hieraan wilt koppelen. Dat betekent dat als leden tijdslot of een les willen inboeken, openen ze de app, gaan ze naar het rooster toe, zien ze, oké, daar is nog plek. Ik mag met 50 man, mag ik in dat tijdslot mag ik naar binnen toe. Ik wil graag naar binnen toe. En uiteindelijk kun je aangeven of je deze met nee kan beantwoorden. Zo ja, dan pas mag je reserveren. Dan? Je had een vraag? Ja, ik had een goede vraag van Remo van Spijersport. Blijven we in de toekomst timeslots aanhouden? Dat is zijn vraag. Ik zou hem graag even willen beantwoorden. Voor de komende, voorlopig blijven we timeslots aanhouden. Omdat we moeten weten wie is er in de club. Zoals Dre ook aangaf in de vorige feature. En dat je ook alvast deze vragen stelt voordat iemand naar de club komt. Dus voorlopig wel. Maar het protocol is een levend document. En dingen kunnen weer veranderen. Dre. Ik heb nog een vraag over deze triagevragenlijst die in Virtual Gym is. Ja. Geïntegreerd. Het is namelijk zo dat als iemand 2 weken van tevoren een les wil boeken, dan kunnen ze dus 2 weken van tevoren deze triage eigenlijk al invullen. Is het mogelijk of is het een idee dat deze triagevragenlijst 12 uur van tevoren of 24 uur van tevoren nog gemaild wordt naar leden die zich hebben aangemeld voor een les, zodat ze daadwerkelijk kort voor de les ook echt deze vragenlijst nog moeten onder ogen zien? Ja, hier zijn zeg maar 2 oplossingen voor eigenlijk. Of je zet dit bijvoorbeeld aan dat mensen maar kunnen boeken 2 of een dag van tevoren. Dat zou kunnen. Ja. En wij willen ook eraan, want er is altijd tussen boeken en uiteindelijk gaan, is er altijd een moment dat mensen weer andere mensen zien, et cetera. Dus daarvoor hebben wij ook een aantal posters gemaakt die wat hier weer op inhaken. Dat als mensen binnenkomen, nog een keer worden geattendeerd. Ja, want je kan, ook al zit er een bepaalde tijdspan tussen, je kan niet weten wat er tussen het moment van boeken en... Dus ik vind jouw suggestie is goed. Het liggen aan de boekingsflow, soms hebben we nog een automatische reminder via een notificatie. Maar dat is niet te tackelen, als het ware. Snap je wat ik wil zeggen? Nee, zeker. Tuurlijk. Ja. Ik heb een vraag van een vaste gast, Dre, van Duofit. Ja, die heeft ook vroeger bij ons in het webinar natuurlijk gezeten. Het lijkt mij voor mij dat de weergegeven check-in functies niet in mijn portaal staan. Kan dat? Die laatste, of niet de eerste die ik heb laten zien, die gaat op korte termijn gaat die live. Okay. Nou is het zo dat in je app kan het zijn dat deze nu pas op korte termijn eigenlijk met een update is meegenomen. Dus je wellicht nog niet hebt meegekregen. Denk aan bijvoorbeeld aan de triagevragenlijst. Die moet ook geüpdate worden. Dat is eigenlijk afgelopen week gebeurd. Dus als het goed is moet je er nou in staan, maar het kan zijn dat je hem daardoor niet gezien hebt. Dan? Die heb je sowieso voor 1 juli, maar het wordt allemaal nu uitgerold. Maar ja, precies. Dus dat is eigenlijk van belang. We zijn op dit moment bezig. Zowel die check-out, die nog niet volledig staat, als wel inderdaad eigenlijk het design van die check-in. Dus je kan nou wel al die visitors zien, alleen check-in niet. Maar we gaan eigenlijk zo goed als vandaag of deze week gaan we daarmee live. Dus ik krijg al gelijk een opmerking van Frank. We hopen vandaag live te gaan. De check-in. Dus dat is eigenlijk meteen een antwoord op jouw vraag. Super. En eigenlijk de allerlaatste, en dat is eigenlijk een stukje awareness creëren bij jouw leden. Wat we kunnen doen, we hebben nou eigenlijk een standaard custom home, of in je custom home screen, die kun je eigenlijk zelf in je app neerzetten, is een tegeltje toevoegen met bijvoorbeeld de corona-richtlijn. Nou, dat is dan een corona-tegel, kunnen ze op klikken en dan kunnen ze precies zien wat eigenlijk nu de richtlijnen zijn. En dat is eigenlijk wel van belang dat je zowel met ofwel een virtual gym lijstje of je eigen lijst met de maatregelen, ofwel via een tegeltje kun je meteen eigenlijk alles zien. Daan, je hebt een vraag over? Ja, nog een aanvulling. We hebben als virtual gym de regels van analytics nog een stukje praktischer gemaakt. En deze gaan we ook doorsturen naar iedereen. Iedereen kan dat linkje erachter plakken. Maar bijvoorbeeld Samuel, die bijvoorbeeld veel buiten traint, je kan bijvoorbeeld ook daar bepaalde specifieke informatie inzetten. Als je gewoon een landingspagina heeft, plakt je de URL-link erin. Nou, dus je kan het helemaal specifiek doen in je eigen
geval, maar wij geven ook een standaard oplossing. Of je verwijst bijvoorbeeld standaard naar het NL-actief protocol. Maar zo creëer je ook weer awareness, want je bent als club-eigenaar, ben je verantwoordelijk dat, dat alles goed verloopt met de regels. Nou, als je dit al erin hebt, nou, sta je er met 1-0 voor als het ware. Ja, eens. En hoef je het inderdaad je personeel niet elke keer nog opnieuw uit te laten leggen. Nou, ik wil nog heel even kort even over wat we in de markt zien, voordat we eigenlijk doorgaan. Wellicht hebben jullie het al meegekregen, maar het blended model, het hybride model, is nu best wel een term binnen de fitnessbranche. Allereerst natuurlijk voor de corona zag je al het een en ander veranderen. Dat wij eigenlijk echt deel uitmaken van het gezondheidssysteem, leefstijl, het holistische, de holistische benadering, dat zowel bewegen, mentaal, dat eigenlijk al die facetten eigenlijk belangrijk zijn. En nu tijdens de coronasituatie hebben eigenlijk mensen het laten zien dat ze nog steeds gewoon voor het ene doel willen. Ze willen gewoon nog steeds de doel eigenlijk behalen. Ik denk dat Mitch, ik weet niet of jij dat kan waarmen binnen jouw locatie. Ja, misschien enig maar meer zelfs. Ja. Dus mensen die zitten thuis en die willen hulp nodig. En wat je eigenlijk nu ziet is, het is niet meer echt die 24/7, of het is niet meer die 2 uur in de week dat ze naar de sportschool gaan. Nee, het is echt die 24/7 benadering om eigenlijk met een leefstijl bezig te zijn. En dat blended model is eigenlijk een soort van, de naam zegt het al, een soort van een mix, een samensmelting van verschillende services die je kan bieden als organisatie. En eigenlijk, ja, wat je in eerste instantie zag, en dat is wel heel gaaf, is natuurlijk bij het versoepelen van, en ik ga dadelijk Samuel natuurlijk alles over vertellen, is eigenlijk toch al een stukje buitensport. Binnen kun jij op een gegeven moment niet meer, of was het eigenlijk gesloten. Nou, wat kun jij voor services bieden om uiteindelijk toch die mensen te kunnen helpen? Een heel belangrijk punt was eigenlijk die online coaching, wat eigenlijk booming begon te worden. Maar ook die buitensport, waar heel veel mensen heel creatief mee om zijn gegaan. Ofwel nieuwe soorten trainingsmethodes, of eventueel de apparatuur naar buiten. Je kan het zo gek niet verzinnen en mensen die kwamen wel met een idee. Nou, wat je dus inderdaad bij de buitensport zag is, buitensport is en blijft gewoon eigenlijk super interessant. Ook voor langere tijd. Maar ook op dit moment bevalt het gewoon heel erg goed. We hebben eigenlijk de zomerperiode, mensen vinden het toch wel lekker. Je hebt eigenlijk alles al soort van geïnvesteerd om eigenlijk buiten te kunnen sporten. Dus dat blijft gewoon een hele mooie mogelijkheid om naast je normale service, die indoor, het binnensporten, toch nog een soort van extra service te kunnen bieden zoals buitensport. Wat betekent, stel je voor, je hebt een capaciteit van 100 man in je sportschool. Betekent, en je hebt normaal gesproken heb jij een hogere capaciteit. Je kan misschien 200 mensen tegelijkertijd binnen, als voorbeeld. Heb je altijd nog met je buitensport ook een mogelijkheid om een x-aantal mensen buiten te laten sporten. Wat betekent gewoon dat jouw capaciteit, jouw service die je kan bieden, voor veel meer mensen geldt dan alleen maar die ene ruimte binnen. Dus dat is één. En twee, en dat is eigenlijk wat waar we het net ook al over hebben, en dat zie je ook bij veel van onze klanten, is gewoon dat echt veel mensen toch nog huiverig zijn om binnen te gaan sporten. Nou, kijk even naar België, die na een paar weken nog maar op 30% zit. Duitsland, die nog lang niet op de volledige capaciteit zit. We hebben China, die na 10 weken wel op 80% zit. Maar dat is nog steeds niet waar je eigenlijk naartoe wil. Dus je kan eigenlijk, ofwel mensen zijn huiverig, dus mensen durven nog niet terug te komen. Alswel je capaciteit binnen je sportschool. En daar kun je gewoon op inspelen als organisatie zelf zijn. Sorry, Mitch? Misschien wel een praktisch leuk dingetje. Wij mochten eigenlijk pas nu sinds vorige week een tent neerzetten. Omdat onze eigen veiligheidsregio dus aangaf dat het in het begin niet mocht. Nu hebben we er toch gekozen om toch een grote tent aan te schaffen en die buiten te zetten. Zodat we zowel, wat jij precies aangeeft, zowel binnen als buiten les kunnen geven. En dat je toch de capaciteit kan verruimen en toch een grotere groep kan bedienen. Waardoor je hoopt dat er toch een x-aantal percentage sneller zal terugkeren dan bijvoorbeeld in België of in China. Precies, en dat is eigenlijk waar je op moet inspelen. En dat is ook wel wat wetenschap gaf, wat nou eigenlijk al een beetje met onderzoek uitkwam, is dat bijvoorbeeld jonge mannen als eerste teruggaan naar de sportschool. Nou, dan maken we even die vergelijking. Zeg even oudere vrouwen, misschien oudere mensen, die durven het misschien nog niet zo snel. En hoe kun je zij dan toch wel een bepaald soort service bieden uiteindelijk om ook die doelgroep te benaderen? Ja, dat je niet alleen maar focust op even die jonge mannen. Nou, dit is dan even een extreem voorbeeld, maar dat je eigenlijk je inzet op eigenlijk alles. En daar gaat eigenlijk ook het blended model over. En dat is ook een stukje over met die online en offline coaching. Die offline is gewoon van belang. Het stukje sociaal, face-to-face,
die apparatuur. Niet iedereen heeft at-home workouts met apparatuur buiten binnen. Niet iedereen heeft een krachthonkje thuis staan. Maar wat je zag in de afgelopen tijd, en voornamelijk ook met bijvoorbeeld een app zoals Strava, die booming was. Mensen willen toch, ondanks dat het online was, toch met elkaar in contact komen. Je kan elkaar volgen, je kan zien hoe hard je gerend hebt, hoeveel je gerend hebt, hoeveel je gefietst hebt. Je prestaties kun je delen. Eventueel kunnen mensen daar toch nog bij begeleiden. En mensen die hebben gewoon die behoefte om uiteindelijk toch een doel te kunnen bereiken en te behalen. Dus wat je zag in die online coaching is dat echt dat die benadering van bijvoorbeeld bij onze klanten zag ik het heel veel. Die benadering van de klanten, die community, zorgt ervoor dat ze toch nog betrokken zijn bij je locatie. Maar ook echt online trainen, workouts, voeding, super van belang is. Dat kunnen ze gewoon nog steeds thuis doen, ondanks dat ze niet naar je fysieke locatie toe konden. En wat je ziet is, het blijft nu echt een onderdeel. Mensen willen daar veel meer op gaan inzetten. En het blijft gewoon een interessant verhaal. En eigenlijk even terugkomen op het verhaal wat Mitch aangaf. Als je nou die capaciteit kan vergroten en je doelgroep kan vergroten. Door alle pilots te gebruiken. Zowel je eigen locatie als buitensport. Als die online coaching. En ik denk dat je dan een grote benadering hebt. En dat mensen gewoon een hele mooie service kan bieden. Arjen, je had een vraag? Nou, eigenlijk een opmerking daarbij. Uit cijfers blijkt al jarenlang dat internationaal bij clubs, ik heb het eventjes niet over personal training studios, maar met name bij traditionele fitnessclubs, dat ook voor corona structureel ongeveer 40% van de leden maar één keer per week kwam trainen, of minder dan één keer per week kwam trainen. Dat is natuurlijk de gevarengroep waarvan het maar de vraag is of die weer makkelijker terug gaan komen. Dus ik denk, elke activiteit die je verder ontwikkelt om een blended model te krijgen, verkleint de stap om terug te komen naar de club. En zorgt ervoor dat je in contact blijft, in ieder geval met die groep. Dat is natuurlijk wel een hele bepalende factor, die 40%. Ja, en dat is ook weer mooi misschien om in te haken met Arnoud, die we hadden natuurlijk in de Van Hidden Profits Marketing. Die had natuurlijk ook over weer speciale campagnes voor buiten. Korte termijn resultaat halen, buitensporter, voel je gezonder. Dat zijn natuurlijk hele mooie haakjes die je kunt maken als je ook dan inderdaad die capaciteit vanuit en bijvoorbeeld naar buiten kan. Ja, en voornamelijk ook in de zomerperiode natuurlijk. Precies. Maar mooie aanvulling, Arjan. Super. Nou, even kort over de online coaching. Wellicht hebben jullie het de vorige keer misschien al meegekregen voor de luisteraars die de vorige keer bij waren. Maar wat wij hebben gedaan is, we willen jullie eigenlijk helpen met die online coaching, mochten jullie daar last en moeite mee hebben. Nou, wat we hebben gecreëerd is eigenlijk een project dat heet Stronger Together. Nou, de naam zegt het al. Ik denk dat we gewoon op dit moment gewoon echt veel samen moeten doen. Zowel informatie delen als inderdaad content delen. En wat wij eigenlijk zagen afgelopen maanden, is dat die online coaching, die wordt echt steeds belangrijker. Steeds meer vragen, steeds meer mensen willen daar ook gaan inzetten. Nou, twee, heel veel klanten die waren toch nog een beetje zoeken in die online coaching wereld. Dus de vraag was er vanuit heel veel leden, maar hoe kun je het dan uiteindelijk neerzetten? Natuurlijk afhankelijk van je eigen concept. Hoe kun je het gaan neerzetten? En uiteindelijk ook nu, dit heeft gewoon een hele grote impact gehad. Daar gaat Arjen jullie dadelijk alles over vertellen. Maar inderdaad, heeft gewoon een grote impact gehad op de branche. En wat we willen doen is, daardoor zijn we eigenlijk met het project begonnen. Om eigenlijk jullie daarbij te kunnen ondersteunen. Heel verkort, wat houdt eigenlijk het Strong Together in? Het Strong Together is eigenlijk een community van leden in een club. Wat betekent, wij willen een community creëren waar je eigenlijk alles... Waar zij eigenlijk de begeleiding krijgen die zij nodig hebben op dit moment. Naast natuurlijk je eigen service. Denk erbij aan het behalen van je doelen. Of inderdaad die ondersteuning bij je leefstijl. En op deze manier kun je eigenlijk je leden op een dusdanige manier nog extra service aanbieden met een online coaching module. Nou, hoe het eruit ziet is eigenlijk, wij runnen dan per twee weken een mooie challenge, een mooie uitdaging. Waar ze bijvoorbeeld prijzen mee kunnen winnen. We delen content. Denk aan over je leefstijl, over je voeding, leuke workouts, het home workouts. Dat kun je dus eigenlijk naast je eigen service doen. On-demand workout video's, super gaaf. Dus dat je natuurlijk, je kan heel veel eigen video's creëren. Dat heeft natuurlijk altijd iets sterks. Maar mocht je daar toch wel wat meer moeite mee hebben, kun je gebruik maken van onze bibliotheek. We hebben gewoon heel veel oefeningen in staan, heel veel workouts, live streams, waarbij mensen inderdaad bijvoorbeeld yoga oefeningen doen, meditatie, stretching, HIIT workouts, boxing, je kan het zo gek niet noemen, alles staat erin. Audio content. Dus wat je inderdaad nou al veel ziet, is dat echt wel veel mensen die behoefte hebben om met werk
bij jullie lekker in de sportschool komen staan, maar toch ook wel s'avonds bijvoorbeeld toch iets met Calm of Headspace, wellicht kennen jullie het wel. Deze content hebben wij ook in ons systeem staan. Waarbij mensen echt lekker met meditatie kunnen bezig zijn. En een stukje gamification met punten. Dus strijden tegen je genen, tegen je buddies die normaal gesproken in de sportschool gaan. Strijd er tegen door leuke activiteiten te doen, leuke oefeningetjes. Dus eigenlijk, wij noemen het een soort van de Netflix of fitness. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk alle pijlers, alle punten die met online coaches te maken hebben. Denk aan een stukje betrokkenheid, als wel het holistische benadering, bewegen, activiteit, meditatie, voeding, dat allemaal begeleid wordt via deze online coaching module. En natuurlijk niet te vergeten, en dat is wel van belang, is dat je hier ook extra omzet mee kan genereren. Je hebt natuurlijk je eigen service, je eigen blended model, en daarbovenop kun je nog bijvoorbeeld je Strong Together launchen met extra online coaching. Dan zijn we eigenlijk heel erg benieuwd. Oh, daar volgens mij Daan een vraag. Daan. Ja, ik denk dat wel de kern ook van Strong Together is dat het eigenlijk een win-win is. Hè? Je klanten krijgen meer content en daarnaast maak jij meer omzet. En zeker ik denk bij nieuwe leden, en dan kijk ik even naar Samuel. Stel je voor iemand komt de eerste keer, sluit de abonnementen af bij jou en dan vertel je het nieuwe lid, luister voor €7 per maand. Heb je ook nog een app met heel veel extra content, een pro-ervaring. Ja, volgens mij is het een inkoppertje. Dan zal de klant heel snel geneigd zijn, ach ja, doe maar erbij. Weet je. Samen, hoe zie jij dit? Ja, ik zie dit zeker. Ik heb ook al aangegeven dat ik interesse heb hierin. Want ik geloof wel dat het alleen maar mooi is om nog meer te kunnen aanbieden op deze manier. Het is een hele makkelijke manier als ondernemer zijn om je klanten van meer verschillende soorten trainingen te voorzien. Daarnaast heb je ook al ingebouwd dat er online mogelijkheden zijn. Dus als je die niet zelf kunt aanbieden naast je fysieke trainingen, dan is het helemaal een mooie extra toevoeging. Ja, ik denk dat het hartstikke goede toevoeging is voor ondernemers die dit blended model echt willen gaan toepassen. Ja, maar kijk, ga je gang, Daan? Nee, Mitch, ik wilde jou het woord geven. Je hebt al een soort van, natuurlijk een deel van blended model. Je hebt de workouts binnen, je hebt workouts buiten. En we hebben natuurlijk een hele vervelende tijd, of we zitten nog eigenlijk in een vervelende tijd. Kan je ons een beetje meenemen in je reis door de afgelopen paar maanden heen? Wat is er gebeurd met je business? Hoe sta je er nu voor? Je hebt natuurlijk een apart concept, misschien kun je dat nog heel kort toelichten. Ja, zeker. Ik denk dat ik het toelicht van het concept ook eventjes tijdens het verhaal doe. Maar het was natuurlijk een hele moeilijke, bijzondere en onvoorspelbare tijd. Alles ging dicht. Alles werd bevroren en je wist niet zo goed wat je moest doen. Niemand had hier eigenlijk een plan, denk ik, voor klaar liggen. In ieder geval ik zeker niet. En een van de eerste dingen die naar voren kwam, wat duidelijk was, is dat je eigenlijk moet zorgen dat je je klanten die je al hebt kunt behouden. Dat je ze de waarde kan blijven bieden die je ze daarvoor gaf. En dus dat ze ook met jou deze periode samen willen overleven. Omdat je na die periode ook samen weer verder wil. Dus dat was de basis voor de koers die we gingen varen. En dat was zeker niet makkelijk in het begin. Zeker de eerste week ontving ik al wat appjes van mensen. In paniek natuurlijk. Sommigen die zeiden van ik wil mijn abonnement gaan passeren. En anderen die gewoon zich afvroegen van hey, hoe gaan we dit nu doen en wat gaat er nu gebeuren. Ik ben ook onderdeel van Lifestyle Coaches. En daar heb ik ook mooie ideeën gekregen. Zoals het starten van een soort van challenge, waarin je eigenlijk als ondernemer, als personal trainer of als, persoon die een fitnessorganisatie leidt, ervoor zorgt dat je mensen meeneemt gedurende de coronaperiode om fit te blijven. En in plaats van dus achterover te gaan zitten en te balen van de situatie, iedereen te motiveren en extra te stimuleren juist om het beste van de periode te maken, ondanks dat het wat moeilijker is. En dat heeft mij eigenlijk ook zelf heel erg gesteund door dit te gaan doen, omdat ik daardoor een richting had. Ik wist waar ik heen wilde en ik wist wat mijn doel was. En dat is zo min mogelijk klanten verliezen, zo min mogelijk omzet verliezen, zoveel mogelijk mensen op de juiste manier blijven helpen. Dus de eerste weken heb ik dat meteen uitgerold en zijn we begonnen met elke dag rond 12 uur een workout, zeg maar als lunchbreak. Het vaste rooster van trainingen hebben we live uitgezet. Dus er konden mensen live meedoen.
in een Facebookgroep. We hebben ook Zoom-lessen gedaan. Sommigen vonden het prettig, anderen vonden het onprettig. Omdat je natuurlijk mee kan doen en elkaar kan zien. En dat vonden mensen wel fijn. Maar anderen vonden het juist weer vervelend om in beeld te komen. En het voordeel van zo'n Facebook live-les is natuurlijk dat je dat terug kan kijken op je eigen moment. Dus wij hebben het ook zo neergezet en aan de klanten doorgegeven van... Hey, je kunt nu niet alleen één keer, maar zelfs vier keer je favoriete les per dag doen. Ja, dus dat was een manier om het een beetje op een positieve manier te framen. Ja, in het begin kon je nog personal training buiten geven. En zelfs die small groups die ik geef van vier mensen maximaal, kon ik ook buiten training geven. Maar naarmate we verder in de corona-periode kwamen, werd het natuurlijk steeds strikter allemaal. En op een gegeven moment kon je niet eens meer met twee mensen tegelijk buiten zijn. En werd het nog zelfs de vraag of je überhaupt personal training op kon geven een tijdje. Dus het werd steeds onduidelijker. En toen werd het natuurlijk ook steeds lastiger. Dat is een beetje Samuel, een journey, ja. Maar geloof je nou wel dat veel meer mensen nu... Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Sorry, ik heb je vraag niet verstaan. Kan ik het nog een keer herhalen? Ja, door jouw ervaring nu met het buitensporten zijn veel meer mensen nu eigenlijk fan van buitensporten. Ja, zeker. Ja, ik heb dus alle personal trainingen die ik had, die waren oorspronkelijk in een sportschool, die heb ik allemaal mee naar buiten genomen. En vrijwel iedereen ging daarin mee, vond dat een leuk idee. Ook een aantal mensen heb ik online les gegeven. Maar de meesten vonden het toch uiteindelijk het fijnste inderdaad om buiten te trainen. Ik had kettlebells, ik heb resistance bands, TRX, gewoon allerlei verschillende materialen. En de meesten vinden dat hartstikke leuk. Sterker nog, er zijn een aantal die de komende weken en maanden, zolang het weer zo goed is als nu, zeker nog door willen gaan buiten. Niet alleen vanwege veiligheidsvoorwaarden, maar ook gewoon omdat ze dat een prettige manier van trainen vinden. En er zijn een aantal die natuurlijk de voorkeur hebben om wel weer zo snel mogelijk binnen, met alle materialen die er zijn en faciliteiten die er waren, te kunnen sporten. Dus je hebt echt een deling binnen je klanten. En daar kan je ook gebruik van maken natuurlijk. Deels buiten, deels binnen training geven. Ja. Een beetje echt het blended model wat Trey aangeeft eigenlijk. Ja, zeker. En ik denk dat het blended model gaat dus over online, offline, buiten en binnen. En je kan dan ook nog kijken naar live en niet live. En ik denk dus dat als je al die verschillende facetten of al die honken bezet hebt, dan denk ik dat je goed klaar bent voor wat er ook gaat komen. Precies. Hey, ja, dat is het. Nu had je het ook over, want er zijn nu natuurlijk de versoepelingen een beetje plaatsgevonden. Je mocht naar buiten, je had een flinke aanpas van klanten. Ook een klein beetje met oog op Arjen. Misschien heeft Arjen ook zelfs vragen over jou, natuurlijk over het financiële gedeelte. Want je had aangegeven, ik ben met twee partijen nu bezig om mijn marketing op te zetten. Ja. Want ik ga ervoor nu de aankomende tijd. Hoe moeten we dat zien? Nou, ik heb sowieso natuurlijk gedurende de coronaperiode, eerst was het natuurlijk een beetje spannend. Wat gaat er gebeuren met mijn inkomen en mijn omzet? Nou, uiteindelijk is dat heel erg meegevallen en dan ben ik er heel erg goed doorheen gekomen. Sterker nog, op dit moment sta ik zelfs weer op groei. Dus ik sta beter ervoor dan ik er eigenlijk in ging bijna de coronaperiode. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat een deel van mijn omzet en business bestaat uit buiten trainingen geven. En natuurlijk, het weer helpt ook gewoon mee. Het is ook de tijd van het jaar waarin mensen überhaupt vaker buiten willen sporten. Dus die bijkomst, die dingen samen zorgen natuurlijk voor dat het zo goed gaat. En mijn focus ligt nu weer volop juist op groei. En dat heeft de afgelopen maanden vooral gezeten op behoud en waarde creëren. Dus dat is een beetje wat ik nu doe. Inderdaad, is met twee partijen samen gaan werken om weer echt te focussen op de groei. Want de basis, de waarde die er voor mijn cliënten op dit moment is, die is er nog steeds. En daar hoef ik dus nu niet meer heel erg zorgen over te maken. Dat is gewoon nu weer, dat staat nu weer goed. En target je dan specifiek op buitensporten bijvoorbeeld? Of hoe moet dat zien? Ik target specifiek op buitensporten. Ik target eigenlijk gewoon zoals ik het al eerder deed. Maar inderdaad met de nadruk op dat we buiten kunnen trainen. Ja. En ook natuurlijk het benoemen van die maatregelen. Want dat vinden mensen belangrijk om te zien en horen, denk ik. Precies. En het stukje over professionaliteit. Ja, dus je gaf het zelf net al aan in een eerdere discussie over... Ja, je hebt natuurlijk best wel een grote doelgroep die misschien nog niet helemaal durft... of wel naar binnen te gaan, of eventueel zelfs überhaupt te gaan trainen natuurlijk.
hoe doe je dit nou ook een beetje richting de toekomst toe? Ben je dan bezig met promotie van filmpjes? Of wat voor manier probeer je eigenlijk het vertrouwen van je huidige klanten, maar ook nieuwe klanten te winnen? Nou, het vertrouwen van de huidige klanten, die is er al. En dat heeft te maken met de maatregelen die wij hebben getroffen om te zorgen voor een veilige plek om te trainen. Dus wat we hebben gedaan bijvoorbeeld met buiten trainen is, in het begin heb ik cirkels gemaakt op een plein met stoeprijt, waardoor mensen duidelijk konden zien waar ze in konden staan. En dat hun eigen space was, als het ware. En het fijne is ook dat anderen die van buitenaf langslopen dat ook zien en meteen zien, oh ja, daar is over nagedacht. Ze hebben een eigen plek en er is genoeg ruimte voor zichzelf om in te sporten. Dus dat soort dingetjes kun je doen. Ik heb een parkeerplaats waar we nu die verlaten is, waar we altijd training geven nu. En ik zet daarbij alle deelnemers op een eigen parkeerlijn. En een parkeerplek heeft altijd meer dan ongeveer 2 meter of meer afstand tussen die lijnen. Dus op die manier kan ik ook zorgen ervoor dat iedereen minimaal 2 meter afstand van elkaar kan houden tijdens het trainen. Door ze op die lijn te laten staan of voorwaarts over die lijn te laten lopen, maar niet meer naar de zijkant te gaan laten gaan. En zo kan je dus waarborgen dat mensen genoeg ruimte hebben. Daarnaast zorg ik ervoor dat mensen niet materialen delen met elkaar. En als we klaar zijn, dan worden alle materialen natuurlijk goed gereinigd en daarvoor worden ze ook gereinigd. Ja, netjes. Arjan had nog een vraag voor Samuel, volgens mij. Ja, Samuel, als ik het goed begrijp, wat voor abonnementenstructuur heb jij? Werken de mensen bij jou op basis van een maandabonnement? Of werk je vooral met strippenkaarten of beurtenkaarten? Ja. Oké, ik ga me eventjes nu beperken tot outside coaching. Dus de trainingen die ik geef in een soort van bootcamp vorm. Ja. Daar hebben we 2 vormen. We hebben eigenlijk altijd al strippenkaarten gehad. Dus dat is gewoon 8 lessen, die koop je van tevoren en die hebben een bepaalde houdbaarheid. Maar ik ben nu vooral bezig met het focussen op inderdaad het toevoegen van abonnementen. En dat wordt ook steeds populairder binnen onze klantenbestand. En dat is ook erg aan het groeien nu op dit moment. En dan houden we dus een abonnement aan van 1 of 2 keer per week trainen per week voor een vaste prijs per maand. Dus dat is de abonnementsstructuur. Oké, en je gaf aan dat in je dienstverdeling, ook voor corona, was je dienstverlening enerzijds personal training, anderzijds in small group en vooral ook zowel binnen als buiten activiteiten. Ja, ik had sowieso al binnen- en buiten trainingen. Ja. Ja, dus in die zin is er niet in jouw dienstverlening gedurende corona, is er misschien iets minder intensieve inperking geweest ten opzichte van een traditionele club die dan toegewend was om alleen maar binnen te trainen? Ja, zeker. Er waren wel echt verschillen hoor. Want bijvoorbeeld het personal training geven, dat was altijd binnen. Dat ging opeens naar buiten. Dus dat is natuurlijk een verandering. En de groups die ik gaf, de bootcamps die ik gaf, die konden natuurlijk sowieso niet meer plaatsvinden omdat het een te grote samenkomst zou worden. Dus dat is allemaal online gegaan. Dus het is verplaatst, inderdaad. Maar in die zin heb ik wel goed kunnen behouden wat er al stond. Alleen dan hebben we het gewoon moeten aanpassen naar de huidige situatie. Oké. Nog een laatste vraag met betrekking tot strippenkaarten. Ik denk dat dat sowieso geldt voor veel trainers die, of clubs ook die met de strippenkaarten werken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets dat is al afgerekend. Daar heb je de omzet al van geïncasseerd. En dan zul je natuurlijk de komende periode, voor een aantal mensen zul je die dienst nog moeten gaan inhalen. Of is dat wat je daadwerkelijk buiten hebt kunnen inhalen? Ja, nee, een hele goede vraag. En dit is natuurlijk lastig voor de ene ondernemer, wat lastig dan voor de ander. Ik vind het belangrijk dat we ook zelf heel erg bezig zijn met redelijkheid. Dus vind ik het redelijk om geld te verdienen aan mensen die niet komen trainen? Nou ja, dat is natuurlijk niet waarvoor we een onderneming zijn gestart in de fitnessbranche. Dus ik probeer dat zo goed mogelijk te voorkomen. We hebben wel gedurende de afgelopen maanden alle leden gevraagd of zij bereid zijn om mee te betalen aan de maandelijkse lasten. En dus te blijven doorbetalen voor een groot deel. Ook omdat we ze een online alternatief hebben geboden. En de meesten waren daar ook wel bereid toe. Dus dan konden we gewoon credits afschrijven, waardoor het aantal strippen dat nog open stond steeds minder werd. Ja. Er zijn ook mensen geweest die dat niet wilden. En dan vind ik, ja, dan moet ik ook eventjes zelf goed nadenken. Hoe wil ik dat doen? En dan vind ik het belangrijk dat mensen gewoon lid bij ons blijven. En dat zij, als zij het niet redelijk vinden, nou ja, dan moeten we maar iets meer straks inhalen. Dus dat is hoe we het hebben opgelost. Ik denk dat het wel een goede tip mag zijn, inderdaad, ook voor de luisteraars. En weer ook een mooie andere
kijk op hoe geef je die abonnementstructuur vorm nu en straks zeker weer. Want als we het over financiën hebben, dan weet Arjan natuurlijk alles daarover. Arjan, natuurlijk eerst samen heel erg bedankt voor het praktische inzicht. Zeker. We gaan even richting het puur financiële gedeelte. Ik ben heel erg benieuwd, Arjan. Neem ons even mee. Wie is Assisco? Ja, zoals bij mijn introductie al, het was oorspronkelijk de bedoeling om Assisco pas in het najaar te gaan lanceren. Het is een fusiebedrijf bestaande uit een drietal ondernemingen. Het voormalige Rijnlander en Partner, al 30 jaar een marketing- en consultancybedrijf, internationaal werkend, is samengegaan met Inline. En is samengegaan met Elements, en dat is een keten van high-end clubs. We zijn overgenomen door de Migros Groep. Dat zegt de meeste Nederlanders misschien niet zo gek veel, maar dat is de derde grote operator in Europa, na David Lloyd en Basic-Fit. We werken samen met een 800 clubs in Europa op consultancybasis. En onder eigen vlag hebben we een 200 clubs onder franchise-concepten die het bedrijf heeft ontwikkeld. In die zin is datgene wat ik met jullie deel niet zozeer uit mijn eigen duim gezogen, maar is meer eigenlijk een praktisch verhaal op basis van internationale marktonderzoek en natuurlijk ook inkijkje in onze eigen clubs waar we mee samenwerken. Ja, even heel kort daarop in, want je gaat straks natuurlijk ook cijfers presenteren. Wij zijn er al even doorheen gelopen, dus het is gebaseerd vaak op die 800 clubs, als ik het goed begrijp. Ja, het is gebaseerd op 800 clubs. Ja, ja. En daar doen we al bijna 20 jaar, voor een heel groot gedeelte doen we al 20 jaar cijferanalyse en dergelijke. Dus er zitten bij ons op kantoor financiële specialisten die met name ook trendanalyses maken en dergelijke. En op basis daarvan is dit gebaseerd. Zoals aangegeven. In Nederland zal de fitnessbranche eigenlijk alleen maar met Assisco te maken krijgen middels het franchiseconcept wat we hebben ontwikkeld, FT Club. En dat is datgene waar ik zelf direct na de zomer mee ga starten. Dus ik zit zelf ook in mijn eigen voorbereidingen. En corona heeft er ook voor gezorgd dat ik met name ook mijn eigen financiële planningen natuurlijk continu heb moeten doorevalueren. Om rekening te houden met een realistisch scenario, maar misschien ook met een minder realistisch scenario, met een worst case scenario. Want dat is iets waar, daar moeten we ook, hoe je het ook bent of keert, je moet er altijd rekening mee houden. Nou. Wat we eigenlijk vanaf het begin van de crisis hebben gedaan, is ook een achttrapsraket ontwikkeld. Die we ook middels een aantal webinars hebben gecommuniceerd met de Nederlandse markt. Dat is wel grappig. Je bent als bedrijf totaal onbekend. Je communiceert dat via e-mail. En we hadden eigenlijk al continu zo'n tussen de 100 en de 200 deelnemers daaraan. We hebben dat in een achterapsraket gedaan. Direct steunpakket, direct rekening houden met de overheidsmaatregelen die er waren. Direct kijken naar eigen liquiditeitsontwikkeling. Communicatie vanzelfsprekend met leden en team. Zo is dat eigenlijk doorgegaan naar de volgende machtereen. Naar de uiteindelijke achttrapsraket. Waarbij stap 8 eigenlijk staat voor de restart waar we nu eigenlijk voor staan. En dat ga ik vanaf nu even doorontwikkelen. Ja, 3. Hey, er is een sheet tussenuit gevallen. Wat ik eigenlijk wilde aangeven, we hebben natuurlijk 4 fases gehad. We hebben de lockdown gehad. We hebben de fase gehad waarin we ons een beetje konden doorontwikkelen. Veel ondernemers begonnen extra schoon te maken, begonnen wat onderhoud te plegen, begonnen ook wat herinvesteringen te doen om de leden dadelijk te gaan verwennen op het moment dat ze weer terugkomen. We zitten nu in de fase vlak voor herstart, maar pas op het moment dat de deuren dadelijk open gaan vanaf 1 juli, zullen we gaan zien dat die financiële consequenties ook daadwerkelijk op ons af gaan komen. Dus in die zin is de herstart op 1 juli niet het moment dat alles in één keer beter gaat. 1 juli is het moment dat omzetten gaan normaliseren, dat kosten gaan normaliseren. En dat zal bij de omzet op een lager niveau zijn dan dat we
pro-corona gewend waren. En qua kosten zal het ja, waarschijnlijk er minder goed uitzien ten opzichte van de pro-corona. Mitch? Ja, maar ik heb misschien gelijk een vraag. Want is er dan hier bijvoorbeeld ook die compensatieregelingen meegenomen? Want je hebt natuurlijk een hele hoop gyms die dan straks weer een soort van omzet gaan draaien. Maar je hebt natuurlijk ook een compensatieregeling gehad. Is dat, hoe moet ik dat zien? Ja, nou dat is even afhankelijk van hoe de clubs daarin hebben, hebben geacteerd. Je ziet een aantal clubs die hebben gewoon geïndexeerd en hebben met hun klanten gecommuniceerd dat ze na heropening al dan niet gedeeltelijk gaan compenseren. Kom ik straks op. Er is natuurlijk ook een groep clubs die heeft gezegd van nou, ik neem nu mijn verlies. Ik stop met incasseren, al dan niet gedeeltelijk. En dat betekent dat ik op dit moment geen inkomsten heb, maar dat ik op het moment van heropening dadelijk weer normaal kan incasseren. En die hebben dan dat eigenlijk het volledige compensatiemodel hebben ze al gehad. Dat is overigens maar van betrekking op een relatief klein percentage van de ondernemingen. In Nederland zien we dat natuurlijk bij Basic Fit en Fit for Free, de grote ketens, die dat ook heel snel hebben gecommuniceerd, maar hebben dat vaak ook direct gekoppeld aan afspraken die ze met hun leveranciers en met hun verhuurders hebben getroffen. En wat we vaak zien is dat standalone ondernemers pakken een beetje van het een, pakken een beetje van het ander en hebben misschien niet altijd even goed inzichtelijk wat de gevolgen zijn op de langere termijn. Ja? Heel even een toelichting aan die grafieken, want je ziet inderdaad blauw en je ziet oranje. Ik ga ervan uit dat natuurlijk oranje de coronasituatie is, waarbij blauw eigenlijk zonder de coronasituatie, of hoe moeten we dat zien? Ja, je moet zo zien, de blauwe staafdiagram, dat is eigenlijk zoals een jaar er normaal gesproken uit zou kunnen zien. Een jaar verloopt qua ledeninschrijving nooit volledig lineair. Er zitten wel wat seizoenen in. Ik moet wel zeggen dat in de loop van de tijd zijn de pieken wat afgevlakt en de dalen zijn ook wat afgevlakt. Maar door corona, en dat is wat ik eigenlijk door middel van deze grafiek wil aangeven, zie je dat het aantal inschrijvingen vanaf half maart tot praktisch nul is gereduceerd. In april, mei zijn er bij de meeste clubs nul inschrijvingen geweest. In juni begint dat weer langzaam maar zeker misschien een beetje op orde te komen bij een aantal clubs. Maar we krijgen nu ook de zomermaanden en dat zijn traditioneel natuurlijk niet de sterkste salesmaanden. De grafiek die je daarna ziet, dat is de ledenontwikkeling. Dus links is ledeninstroom, rechts is ledenontwikkeling. En daarmee moet je altijd goed blijven realiseren dat ledenontwikkeling is niet alleen gebaseerd op instroom, want dat zou betekenen dat je altijd blijft groeien. Je hebt natuurlijk gedurende het jaar ook altijd opzeggingen. En wat we de afgelopen maanden hebben gezien, is dat het aantal inschrijvingen tot praktisch nul is gereduceerd, terwijl het aantal opzeggingen, in ieder geval in vele gevallen niet minder is geworden. Vaak wordt dat nog wel gemaskeerd omdat er in plaats van opzeggingen dan bevriezingen zijn. Hè? Dus leden die on hold staan, die op dit moment geen abonnement betalen. En dat heeft natuurlijk ook wel forse consequenties voor de omzet. Dus je ziet aan de ene kant geen nieuwe leden erbij, wel leden eraf. Dan, als hier geen vragen over zijn, kun je door naar de volgende slide, Dreen. Ik heb wel één vraag over de vorige slide, als je nog heel even terug zou kunnen gaan. Ja, zeker. Er staat hier de verwachte reductie van nieuwe lidmaatschappen van juli, augustus van 20-30%. Ja. Gaat het over wat het normaal zou zijn geweest als er geen corona was geweest, of gaat het over ten opzichte van vorig jaar, juli, augustus? Het is eigenlijk een combinatie van. Sowieso zie je in juli en augustus al, of juni, juli, augustus al, dat het zomermaanden zijn, dat het aantal inschrijvingen minder groot zijn dan in de pre-summer periode. Mm-hmm. Maar er is een hele grote onzekere factor en dat is hoe het consumentengedrag gaat worden. Mm-hmm. Ik heb het net al aangegeven, er is een groep mensen, met name de groep waar de branche zich het meest druk om maakt, de groep mensen die fitnessactiviteiten moet doen vanuit gezondheidsperspectief. Ja. Dat is nou net een groep die over het algemeen nog heel veel achterover leunt en wacht wat er gaat komen. Dus dat is een groep waarvan verwacht wordt dat die niet makkelijk terugkomen in de club. Op zeer korte termijn, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Oké. Okay. Even over, dat is natuurlijk wel, dit zijn verwachtingen, dit zijn voorspellingen. Laten we hopen dat ik er volledig naast zit.
Laten we hopen dat over een 2 maanden dat iedereen zegt, joh, die Arjan van Dorp is allemaal leuk, maar het is allemaal een heel negatief verhaal geweest. Laten we hopen dat mijn woorden worden gelogenstraft, maar dit zijn internationale ontwikkelingen. Door intensief marktonderzoek. En ik denk dat het elk ondernemer, dat het zijn plicht is ten opzichte van zichzelf en zijn eigen verantwoordelijkheid om in ieder geval rekening te houden met dit soort scenario's die eraan zitten te komen. Ja? Sorry? Nee, duidelijk. Ja. Oké. Nou, concreet betekent dat dat de ledenaantallen bij veel clubs in ieder geval zullen kelderen. Ja, dat de financiële consequenties daarvan eigenlijk pas vanaf het moment dat we de deuren gaan heropenen voelbaar gaan worden. Enerzijds doordat er een 10-20% minder leden zijn. Anderzijds dat er moet worden gecompenseerd. En dat zal ik je zo meteen even laten zien. En vergeet daarbij ook niet dat er natuurlijk ook nog andere omzetgroepen zijn. Zoals personal training, bar, shop, Slim Belly, EMS. Nou ja, goed, denk aan alle programma's die fitnessclubs hebben. Het is alleen bij fitnessclubs wel zo dat tussen de 90 en de 95% van de omzet voor rekening wordt genomen door de contributies, door de lidmaatschappen. Dus het is wel een hele, hele dominante factor daarin. Voor wat betreft de niet geleverde diensten, en ik kwam er net al eventjes op terug in mijn vraag aan Samuel. Er zijn natuurlijk allerlei compensatieregelingen afgesproken met leden, maar er zijn natuurlijk ook omzetfactoren die inmiddels al hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld rittenkaarten, die zijn al afgerekend en daarvan moeten nu de diensten deels worden ingelost. Vanaf het moment van sluiten hebben we tot aan 1 juli hebben we, zeg maar, een 3,5 maand zijn we gesloten geweest. En dat betekent dat je ongeveer een derde van het jaar niet geopend bent geweest. En dat leden op basis daarvan al dan niet geheel of gedeeltelijke compensatie kunnen vragen. Ik denk dat NL Actief daar van tevoren ook heel duidelijk in is geweest. Je hoeft als club geen geld terug te geven. Leden mogen niet opzeggen vanwege de sluiting. Maar naarmate de sluiting langer duurt, wordt het wel valide dat consumenten een deel van de niet geleverde diensten gaan terugvragen. We hopen natuurlijk allemaal dat dat niet gaat gebeuren. Vanuit andere landen, vanuit Duitsland, lopen de eerste rechtszaken al van consumenten, al dan niet geconsolideerd in een groep, die ook gaan vragen om daadwerkelijk compensatie in cash, die gewoon hun geld terug willen. Dat zijn natuurlijk scenario's waar we niet aan moeten denken. En in die zin denk ik dat in Nederland de meeste ondernemers natuurlijk heel veel hebben gedaan aan het aanbieden van online diensten om in ieder geval die compensatie al op orde te brengen. Daan? Nou, ik vind het interessant dat je Duitsland benoemt. Ik heb zelf recht ook gestudeerd. Dat is natuurlijk een ander rechtssysteem dan in Nederland. Hè? Ja. Dus ik vind, ik wil even zorgen dat je niet mensen ongerust maakt met deze opmerking, want het is gewoon andere wetten. Nee, maar dat is ook zeer zeker niet mijn doel. Maar goed, ik denk aan de andere kant ook wel dat we realistisch moeten blijven. Als we kijken bijvoorbeeld naar andere branches, naar de reissector, waarvan begin af aan natuurlijk ook vouchers worden uitgedeeld, waarvan nu, naarmate de tijd voordat natuurlijk ook de vraag gaat komen van ja, moet ik die voucher accepteren? Er rommelt onderhuids wel iets. Dus ik wil zeer zeker niet ongerust maken. Maar hoe je het ook went of keert, een deel zul je moeten compenseren. En hoe je dat oppakt, dat is onder andere afhankelijk ook van je liquiditeitsontwikkeling. Dat zal ik je zo laten zien in de volgende sheet. Ja, Arjan, ik wil eventjes benoemen dat het sowieso heel waardevol is, jouw realistische kijk of perspectief op de situatie. Maar inderdaad wou ik nog eventjes aan toevoegen dat voor ondernemers en sportscholen en personal trainers die dus in de afgelopen periode wel alternatieven hebben geboden, dat die hopelijk ook daarom al compensatie hebben gerealiseerd met hun klanten, of dat nog misschien achteraf bespreekbaar kunnen maken. Van hey, ik heb de afgelopen maanden nog steeds dit en dit gedaan. Vind jij het ook redelijk als? En dat dan even toch nog voorleggen. Ja. Zodat je nog enigszins misgelopen inkomsten kan realiseren.
Ja. Nou, dat is iets wat ik met een flink aantal ondernemers de afgelopen maanden al heb gedaan, om dat echt daadwerkelijk inzichtelijk te krijgen. Want weet je, vaak is het toch een klein beetje een buikgevoel van hoe sta je ervoor, terwijl je het eigenlijk voor jezelf echt strikt inzichtelijk moet hebben. Ja. Maar prima, komen we straks even op terug. Top. Nou, een en al, als je kijkt, dan is het blauwe gedeelte de omzetontwikkeling of de inkomstenontwikkeling. Omzet is niet misschien het juiste woord, maar de inkomstenontwikkeling voor 2020 tot op de wat langere termijn, 2023. Het oranje vlak zou zijn gebeurd op het moment dat een club gewoon conform het financiële plan van 2020 was verder gegaan. Dus de clubs waar we mee werken, die hebben ook allemaal een financieel plan voor 2020. En kunnen dus de COVID-situatie nu vergelijken met het financieel plan wat ze oorspronkelijk hadden gemaakt. Het oranje gedeelte is het verschil daartussen. En de rode lijn die je ziet, dat is dat gedeelte omzet wat dadelijk aangewend moet worden om te gaan compenseren. Dus je kunt het eigenlijk zo zien, op het moment dat je compensatie wilt gaan bieden over een wat kortere periode, zal die rode lijn wat dikker zijn en op korte termijn meer van je omzetpotentieel wegnemen. Op het moment dat je ervoor kiest om compensatie over een langere periode uit te smeren, dan zal die rode lijn wat dunner zijn en zal dat maandelijks wat minder invloed hebben op je liquiditeit. Die grote blauwe piek die je ziet, ja, zoals ik al zei, dat is eigenlijk geen omzet, maar dat is de toekenning van staatssteun. Dus dat is NOW, dat zijn de TOGS en dergelijke die uitbetaald is geworden. Dat zorgt natuurlijk even kortstondig voor een inkomstenpiek, maar dat valt dadelijk allemaal weer weg. Vragen hierover? Dus het blauwe vlak is de omzet. Ja, of het blauwe vlak, dat zijn de inkomsten nu in de coronaperiode. Je ziet dus ook dat er in maart, april, dat bij dit voorbeeld, dat de inkomsten structureel zijn teruggevallen, omdat onder andere door corona, toch een hoop mensen in één keer lidmaatschappen op gaan zeggen of storneren enzovoort enzovoort. Ja. Wat hier denk ik, en ik weet niet of Virtual Gym dat ook direct inzichtelijk is, waar ik met veel ondernemers ook over praat, hou heel goed in de gaten dat bijvoorbeeld mensen die uit de initiële looptijd zijn van een abonnement, die dus een jaarabonnement hebben, maar inmiddels in maand 14 of 15 zitten, ja, die hebben natuurlijk altijd de gelegenheid om met een maand opzegtermijn te gaan opzeggen. Dus ik zou als ondernemer heel graag uit mijn systeem willen halen hoeveel procent van mijn leden, en wie zijn dat, zijn uit hun initiële looptijd en hebben die mogelijkheid. Dat zou ik als ondernemer heel graag in kaart willen hebben, omdat dat natuurlijk de potentiële risicogroep is. Ja, dus dat is eigenlijk inderdaad mogelijk bij de Business Analytics. Dus wij in ons systeem zijn hier helemaal binnen ingespeeld inderdaad. Wat je kan doen, je kan inderdaad binnen de Business Analytics kun je zowel je omzet uitdraaien, dus je kan eigenlijk per maand zien wat je gegevens zijn. Dus inderdaad, daarmee kun je samen met je boekhouder gaan kijken van oké, waar kan ik op inspelen, wat mis ik nu, wat verwacht ik in de toekomst. Maar wat je zelf ook aangeeft, binnen de Business Analytics kun je ook een uitdraai maken. En eigenlijk heb je ook een visueel overzicht van eigenlijk al je actieve klanten met een lidmaatschap. En daarbij kun je de startdatum en einddatum ook zien. Dus zeker, heel, heel goed punt, heel zeker van belang. Oké. Dan mag die, als daar geen vragen over zijn, naar de volgende slide draaien. Wat ik in ieder geval even met jullie wilde bespreken, ik wil gewoon even een praktijkvoorbeeld aan de dag leggen. En dit is een praktijkvoorbeeld van een club waarvan ik naam en ligging niet noem, maar dit zijn wel de gegevens zoals ze er waren. Club met onderbij de 850 leden. Waarbij dus zeg maar een derde uit de initiële looptijd was, 259 leden. 36 leden hadden lidmaatschap bevroren. Omzet over 2019 was 377.000 euro. Deze club had een negatief bedrijfsresultaat voor belasting van een kleine 20.000 euro.
Het voordeel hierbij, het voordeel van deze club is dat ze in ieder geval een zeer, zeer goede vermogensratio hebben. Dus een goed eigen vermogen. En ze hebben een relatief riante liquiditeitspositie. En met name die liquiditeitspositie is belangrijk om dat compensatieverlies en omzetverlies van leden voor de komende periode te gaan, dat je daar in ieder geval een buffer voor hebt. Wat we voor deze club hadden gedaan is in ieder geval op basis van de cijfers 2019 een financieel plan gemaakt voor 2020. En dat hebben we aangehouden voor de analyses eigenlijk. Als daar geen vragen over zijn, dan mag die door naar de volgende drie. Nou, daar zie je ook weer de blauwe lijn, dat is wat er nu daadwerkelijk de situatie is. De oranje lijn is wat er zou gebeuren als het plan was geëffectueerd. Hier zie je al over de eerste 3 maanden dat het ledenaantal in plaats van was gestegen, was gestabiliseerd. Dat heeft ermee te maken dat we bij deze club aan het begin van het jaar een risicoprijsanalyse hebben gemaakt. Dus we hebben de lidmaatschappen hebben we geïndexeerd en verhoogd. Dat zorgt altijd voor iets meer opzeggingen, maar zorgt voor een hogere inkomsten. Dus je ziet dat over de eerste 3 maanden was genormaliseerd. Maar vervolgens kwam natuurlijk de daling door corona. En je ziet hier dat ondanks het inschrijven van nieuwe leden dadelijk, maar dadelijk ook de normale opzeggingen die je natuurlijk gewoon kunt blijven verwachten, dat het gewoon echt over een hele lange periode pas gaat gebeuren dat je weer terug zit op het ledenaantal wat je gewend was. Het zal echt niet heel makkelijk zijn om binnen een jaar weer terug te komen op het ledenaantal wat je gewend bent. Dat gaat echt langere tijd duren. En nogmaals, houden wij echt rekening bij de opzeggingen die er ook gaan komen. Je moet dus echt dubbel gaan plussen om weer terug te komen op het oude niveau. Voor de omzetontwikkeling betekent ook een daling rond de coronaperiode. Maar je ziet ook dat de omzetdaling structureel is en pas langzaam weer gaat groeien. En pas ook in 2020 zal worden genormaliseerd. Je bedoelt 2023, denk ik, hè? Sorry? Je zei eind 2022, je ziet pas in 2023 dat je weer terugkomt op de lijn. Ja, precies. Wellicht kun je dit misschien wat specifieker uitleggen. Ook want dit is denk ik iets wat heel interessant is voor veel luisteraars. Want waarom zou bijvoorbeeld in 2022 of 2021 die omzet nog niet alweer gelijk lopen? Nou, omdat, kijk, stel dat je een club, in dit geval een club hebt van 800 leden. Het ledenverloop van een club gemiddeld 30-35% zo'n beetje. Dus een normale club verliest, normaal gesproken, een normale club van 800 leden verliest op jaarbasis zo'n 2500 leden. Maar schrijft ook nieuwe leden in. En om die 2500 te compenseren moet hij al 2500 nieuwe leden schrijven. Plus nog eens een keertje 50 extra, dan is die pas 50 gegroeid. Ja. Als je natuurlijk als een club als dit door corona 200 leden kwijt is, dan moet je vanaf 200 leden achterstand eigenlijk moet je gaan inlopen. Dus dat betekent dat je salesactiviteiten moet gaan verdubbelen, je inschrijvingen. Nou, dat kan hoor. Het zou kunnen dat gaat gebeuren. Alleen, dat moet nog wel gaan gebeuren. Er zijn op dit moment geen indicatoren die daar direct naar leiden. En je moet ervoor zorgen dat het aantal opzeggingen in ieder geval lager wordt. Dus je sales moet je verdubbelen en je opzeggingen moet je eigenlijk halveren. Dan zorg je ervoor dat je sneller naar je ledenaantal toe gaat. Hey, Arjan, even een vraag. We hadden natuurlijk Herman 3 of 4 weken geleden in de webinar van Europe Active. Die had over dat dat PT-studio's bijvoorbeeld het lastiger zou krijgen. We hebben nu eigenlijk, waar we het nu voornamelijk hebben, over eigen fitnesscenters, toch? Traditionele fitnesscenters. Nou, dit is een voorbeeld van een traditionele fitnesscentra. Van een jij het namens zich in andere sectoren? Dus bijvoorbeeld PT's of PT-studio's, EMS-studio's. Is dit dan een beetje hetzelfde trend? Of? Nou, kijk, een PT-studio
waar je naar moet kijken is sowieso het kostenmodel ook. Hè? Niet alleen naar, naar het inkomstenmodel, het ledenmodel, maar ook naar het kostenmodel. Een personal trainer studio heeft een locatie, maar zijn personeelskosten, dat betreft de personal trainer zelf. Een traditionele club werkt met medewerkers in dienst en ongeveer 35-40% van de omzet gaat naar het personeel toe. Ja. Dus je zit op een totaal ander kostenlevel dan een personal training studio. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat elke ondernemer vanuit zijn eigen perspectief, met zijn eigen cijfers, met zijn eigen kostenstructuur, aan dit soort cijfers werkt. Duidelijk. Overal zul je zien, de meeste ondernemers hebben nu ook uitstel gekregen voor een aantal maanden van belastingen. Uitstel gekregen misschien van al dan niet gedeeltelijke huurbetalingen. Misschien uitstel van financiering en dergelijke. Dat zijn natuurlijk zaken die komen weer terug. Ja. Okay, en dat is eigenlijk wat ik wilde laten zien in de volgende slide 3. Daar waar de omzetontwikkeling structureel is en langzaam maar zeker pas teruggaat, zie je dat de kostenontwikkeling maar heel kortstondig terug is gevallen. Zoals gezegd, belastingen, financiering en dergelijke. Je zal dadelijk alles weer moeten gaan inlopen. Dus de kosten worden niet lager, de kosten worden hoger. En dan moet ik ook toch eventjes wijzen op datgene wat er gaat gebeuren in het post-corona tijdperk, waarin je met name natuurlijk ook moet gaan kijken naar reiniging en desinfecteren. Daar gaat dadelijk veel tijd in zitten. Dus het zal per club, per entiteit zal het ook schelen. Wie gaat dat doen? Ga je dat schoonmaken overlaten aan je leden? Ga je dat schoonmaken zelf doen? Er zal in ieder geval vanuit de club zal er meer tijd en energie ingestoken moeten zijn om de club up and running te houden qua hygiëne en dergelijke. Terwijl je dat dit verhaal nog zwarter zou kunnen zijn als er een echte tweede golf komt en sportscholen weer dicht moeten. Ja. Dan moet je dus zeker voorbereid zijn met zo'n blended model, lijkt me ook. Ja, absoluut. Ja. En ik denk dat ik ben volledig voor het blended model. Waar ik denk de hele markt nu mee bezig is. Hoe ga je ervoor zorgen dat het blended model ook in een verdienmodel terug gaat komen? Ja, zeker. Dat is tot nu toe nog niet eenvoudig gebleken. Maar goed, we zijn creatief met Zola, dus dat zal nog doen. Ja. Volgende Dre. Ja, als je die grafieken dan even consolideert tot de liquiditeitssituatie van deze club, dan hoorde je me net zeggen dat ze een liquiditeit hebben van bijna 57.000 euro. En door het teruggaan van het ledenbestand en het moeten gaan compenseren, zie je dat die liquiditeit wegsmelt als sneeuw voor de zon. Nou hoeft het niet erg te zijn, zolang je maar niet structureel onder die nullijn komt. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik elke ondernemer wil meegeven. Als je een liquiditeitsbegroting maakt, kijk niet alleen naar het komende half jaar, maar maak een prognose voor de komende anderhalf jaar, omdat we vermoeden dat de financiële consequenties pas ergens eerste, tweede kwartaal volgend jaar daadwerkelijk terug gaan komen. Ja? Goed, mag die naar de volgende draaien? Wat heeft de hoogste prioriteit dus? Die liquiditeitscontrole gaan doen. Ik zou elke ondernemer die dat op dit moment nog niet heeft gedaan, in ieder geval pak dat onmiddellijk op. Kijk naar die waarschuwingsindicatoren en dat zijn met name het aantal opzeggingen, het aantal bevriezingen, het aantal betalende leden. Werk noodscenario's uit. Kijk niet alleen naar de situatie zoals die nu is, maar kijk voor jezelf ook naar een worst case scenario. Maak bij voorkeur 2 of 3 scenario's, dat je in ieder geval weet hoe je moet reageren als er wat gebeurt. Dit is overigens niet alleen voor onze branche, ik denk dat je dat terugleest in heel veel andere branches ook. En zorg ervoor dat je daar waar je een financieel plan had, dat je een nieuw financieel plan maakt vanaf de stap van heropening. Mag de volgende erin. Dan tot slot. Het is belangrijk als je dadelijk steun gaat aanvragen, eventueel. Als je een banklening nodig hebt of een bankkrediet gaat aanvragen. Denk eraan dat je niet alleen te maken hebt met een aanvraagprocedure, maar denk er ook aan dat een bank sowieso
ook voor corona, elk jaar al zijn klant een financiële rating geeft. En dat is een inschatting over de mate waarin je in staat bent om leningen terug te betalen. Op tijd en volledig. Op het gebied van rente en aflossingen en of je dat op tijd kunt. Dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten. En wat verder, Dre? Waarbij de bank kijkt naar de financiële positie, naar de winstverhoudingen, naar de vermogensstructuur. Heb je eigen vermogen en dergelijke? Of ben je al volledig volgeleend? Of je cijfers op orde hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er zijn heel veel ondernemers in deze branche die hebben op dit moment de jaarcijfers 2019 misschien inmiddels wel af. Je moet eigenlijk al het eerste kwartaal ook kunnen overleggen. Op het moment dat een bank daarna vraagt. Arjen, even is dit, houdt het hem bijvoorbeeld ook in, hè? Want dat hoor je ook steeds vaker, hè? Dat eigenlijk, we hadden het bijvoorbeeld over strippenkaarten, niet dat dat een slecht middel is of een slechte structuur, maar dat banken steeds vaker gaan kijken naar een soort van recurring revenue, hè? Dus een constante inkomstenstroom, dus liever dan heb willen dat je bijvoorbeeld op abonnementsbasis werkt. Nog één keer, sorry. Ja, dat banken vaak, wanneer je een financiering of een lening wil, dat ze ook vaak gaan kijken, heb je dan inderdaad recurring revenue? Heb je dan een constante inkomstenstroom? Dus bijvoorbeeld een abonnementstructuur. Ja. Ik heb namelijk bij mijn eigen PTS-studio je expres gekozen voor abonnementstructuur, omdat je een terugkerende vorm van omzet hebt. Ja. Is dat dan, wordt daar dan ook naar gekeken bij die rating? Ja, sowieso. Sowieso, ja. Ja, kijk, elke bank doet liever zaken met een ondernemer die een recurring revenues krijgt, die dus een stabiele factor heeft, dan met ondernemingen die piek en dalen heeft. Dat is altijd wat lastiger. Duidelijk, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Kwalitatieve factoren vraagt een bank ook. Hè? Dus kijk ook van wat is je concept eigenlijk? Heb je een ondernemingsplan? Heb je liquiditeitsbeheer inzichtelijk? Banken voelen dat feilloos aan. Of je dat op orde hebt, ja of nee. Is er een systeem voor risicodetectie? Weet je exact wat je ledenstand is? Weet je exact wat het aantal opzeggingen is? Weet je exact wat de consequenties zijn op basis van kosten en inkomsten? Is je marktpositie daadwerkelijk aantoonbaar? Hè? Dus heb je overlevingskans? Kijken ze ook naar. Elke bank kijkt ook naar terugverdiencapaciteit. Wat is de algemene brancheontwikkeling en welke bijzondere risico's gelden er voor de ondernemer op zich? Tot slot hebben we vastgelegd in een checklist. Die checklist die is dadelijk ook toegankelijk voor jullie. Ik zal ervoor zorgen dat die bij Virtue Gym terechtkomt, zodat die ook opgenomen kan worden in de opvolg-e-mail. Maar ik denk dat elke ondernemer op dit moment zijn pure focus moet hebben op financieel lijfsbehoud. Die groei die gaat wel, die komt dadelijk alweer. Wat Herman doorgaf, wat alle andere mensen uit de branche doorgeven, die groei die gaat echt weer komen. Het gaat erom dat we de komende 1,5 tot 2 jaar overleven. Niet alleen het komende kwartaal. Dat is eigenlijk datgene wat ik met jullie wilde delen. Als je die checklist wil, zoals gezegd, hij komt via de opvolgmail van Virtue Gym. Ik denk dat we er zeker voor kunnen zorgen, toch, Dan? Ja, zeker. Dat komt helemaal goed. Helemaal super. Arjen, super bedankt voor je super gave presentatie en hele waardevolle informatie. Ik weet niet, heeft dus even samen op Dre, Daan, hebben jullie nog vragen op dit moment? Ik heb voor de rest geen vragen in de chat zien komen op dit moment. Is het al inzichtelijk wanneer Molly overgaat naar de normale uitbetalingstermijn? Nou, goeie, hele specifieke vraag. We zijn erover in gesprek om dat zo snel mogelijk aan te passen. Ik heb niet echt... Arjen, mensen kunnen ook aankloppen voor gratis advies? Dat klopt. Ik zou iedereen willen adviseren. Ik weet dat er heel veel ondernemers zijn die cijfers en financiën niet als eerste prioriteit hebben staan. Omdat ze het niet als hobby hebben, omdat ze er misschien niet zo bedreven in zijn. Als je het zelf niet weet of het zelf niet aan kan pakken, vraag je financieel adviseur. Iemand in je directe omgeving die daar bedreven is. Gewoon een goed iemand. Mocht je dat niet hebben. Hè, want ook accountants en boekhouders die zijn natuurlijk aan het overwerken op dit moment. Op het moment dat je dat niet hebt. Dan kun je altijd een beroep doen op mij. Het bedrijf heeft zoals aangegeven.
zichzelf ten doel gesteld om elke fitnessondernemer met een hulpvraag daadwerkelijk te helpen. Daar staan geen kosten tegenover. De tijd die ik daarvoor heb, naast de voorbereiding van mijn eigen club, die steek ik eigenlijk alleen maar in dit soort zaken. Dus ik doe dat graag voor elke ondernemer die daar denkt daarmee geholpen te kunnen worden. Dat is een nobel doel. Goed om te horen. Ja, fijn, super. Heren, we gaan richting de afronding. Volgende webinar hebben we Patrick Rijnbeek. Nog één keer voordat we echt dus één dag voor de officiële opening, dat we weer mogen reopenen. Dus mocht je dan nog vragen hebben, dan kan je die nog uiteraard die laatste dag eventjes stellen. En daarnaast hebben we Michiel. En dat is de Head of Customer Success bij InBody. Daan, wat is precies InBody? InBody, nou... kan ik beter even aan de fitnessjongens van Samuel en Dre vragen. Ik ben benieuwd, Samuel, ken je InBody? InBody? Nee. Nee. Is dat niet het apparaat waarmee je vetpercentage zou kunnen meten? Nou, testing unit, hè? Lichaamsanalyse. Ja, precies. Is het het apparaat. Het apparaat? Ja, die ken ik wel, ja. Ik wist even niet of het daarover ging. Je kan dat... Nee, dat klopt, maar daarom gooi ik hem even erin. Het is niet alleen je vetpercentage, maar het gaat zo specifiek naar het water in je rechter tricep, et cetera. Dat is echt... En we hebben daar volgens mij meer dan 100 waardes nu. En daar hebben we nu een integratie mee in de Virtual Gym app. Okay. Helemaal top bij dat. InBody is een van de... Dat is super tof. Een van de apparaten die dichtst in de buurt komt van een echte scan, lichaamsanalyse, waardoor je... Ja, het wordt ook gebruikt in medische centrums tegenwoordig, dus... daar kan je kan steeds dieper en steeds beter gaan zien hoe precies nou je lichaamssamenstelling zich verhoudt. Ja. Zeker interessant. En daar hebben we een verbeterde integratie mee. Hadden we al integratie mee, maar daar hebben we heel hard aan gewerkt om dat te verbeteren. En ze hebben natuurlijk ook een visie over corona, gezondheid. Dus dat wordt heel interessant. Ik wil nog even af te sluiten. Wil ik nog even één tip van iedereen horen. We sluiten altijd af met de gouden tip. En te beginnen bij Arjen. Wat is je gouden tip voor de luisteraars vandaag? Gouden tip voor de luisteraars vandaag. Doe ik het even niet op het gebied van finance. Maar dan pak ik toch eventjes de heropening in zijn totaliteit. Probeer niet alleen vanuit je eigen perspectief te denken. Maar probeer te denken vanuit het perspectief van je klant. En die is opgedeeld in 30-30-30. 30% positieve mensen die willen direct weer gaan starten. 30% realisten die denken van oké, ik ga wel weer starten. Maar 30% van je leden. Zit in de wachtstand en die zul je zo snel mogelijk naar de club moeten krijgen. Dus wek vertrouwen. Plaats niet alleen filmpjes en posts en dergelijke over hele leuke trainingen, maar laat ook zien dat het goed schoongemaakt wordt. En nodig ze uit in kleine groepjes om zichzelf ervan te overtuigen dat het veilig is bij jullie in de club. Duidelijk, dankjewel. Samuel? Ja, nou, Arjen's tip is sowieso heel sterk. Dus dat is een hele goede tip waar ik me bij aansluit. En ik denk dat het als ondernemers belangrijk is dat we af en toe eventjes stilstaan ook bij hoe hard we hebben gewerkt. En dat we daar trots op mogen zijn. Want het is een moeilijke tijd voor iedereen geweest. Maar de meesten hebben toch hun leiderschapsskills mogen tonen. En dat op een hele goede manier gedaan. Dus het is ook af en toe goed om eventjes stil te staan bij wat we samen hebben bereikt. Om niet te zinken met z'n allen. Vind ik een mooie tip. Zeker. Ja. Dankjewel. Dre? Nou, hier zijn al twee hele mooie tips gegeven, denk ik. Waar ik me sowieso bij aansluit. Nee, ik denk dat het gewoon van belang is dat je gewoon je professionaliteit gewoon blijft uitstralen. Wij zijn onderdeel van de gezondheid van de mensen. En daar moeten we ons aan waarborgen. En focus je inderdaad niet op inderdaad in dit geval even kort de jonge mannen. Maar zorg er gewoon voor dat je eigenlijk je locatie weer openstelt voor eigenlijk jouw eigen doelgroep. Zorg ervoor dat iedereen weer met het vertrouwen naar je locatie toe kan komen. Duidelijk, dankjewel. Daan? Ja, communicatie. Dus ga nu communiceren naar je leden over hoe je open gaat. En garandeer ze dat het een gezonde, mogelijk een leuke ervaring wordt. Ik denk dat het belangrijkste is. Mooie tip, heren. Maar ja, mijn tip is voor nu is ik ben toch wel iets meer van de financiële en marketing. Duik er bovenop. En wat ik vond Arnoud heel sterk met korte termijn doelen stellen. Tot nu toe hebben we dat ook gedaan. Werkt supergoed. Dus ja, ik zou dat zeker wat aandacht aan besteden. Ik wil iedereen heel erg bedanken die er vandaag was. Natuurlijk even met name Arjan en Samuel. Het was super interessant, jullie inzichten. Heel erg bedankt dat jullie vandaag hier wilden zijn in het webinar. En iedereen die wilde inspireren met jullie verhalen.
Yes. Super, graag dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Fijne dag. Dan, tot de volgende week weer. En de andere tot volgende week weer. Yes. Super bedankt iedereen. Geniet van het weer. Hoi hoi. Hoi hoi. Doei doei.